het 3 na 7. Okay. Timing. Oké. Okay. Ik ga de start, nee? Ja. Oké. Okay. Goed, we zijn vanavond aan episode 9 met Luc de Baat. Hey? Schrijver, denk ik. Corifee van het Karpervest, maar eigenlijk bijna ex-Karpervesser. Maar het allemaal ontkennen ze biedt. Zeeltvesser. Wedstrijdvesser. Klopt het, Luc? Well, het klopt niet helemaal, want ik vis nu eigenlijk sinds 2015 weer op karper. Dus inmiddels is dat toch weer, Een aantal jaren, ja. Vorig jaar heb ik niet kunnen vissen omdat ik omdat de pees van mijn linkerschouder zo goed als af was. Of operatie gehad. Dat is heel stroef verlopen. Ook niet de beste kinesist en uiteindelijk een frozen shoulder opgedaan. Dus ik was eigenlijk, ik ben een heel jaar oud geweest. Ik heb op het einde van vorig jaar, in oktober, heb ik nog wat gevist. En ja, een paar leuke vissen gevangen. Precies alsof ze op mij zaten te wachten. Ja. Ja, om het jaar mee af te sluiten. Maar ja, het is weer fulltime karpervissen. En met volle overtuiging en ik ga niet zeggen volle goesting, want daarvoor zijn de omstandigheden te ver af, staan ze te ver af van hoe ik het karpervissen vroeger beleefd heb. Ik kan dat nooit meer in die mate, daar nooit meer in die mate van genieten, omdat het hetzelfde niet meer is, maar daar gaan we het straks nog over hebben. Ja. Maar ja, veel visserijen doorlopen en allemaal met heel veel overtuiging, met heel veel drive. En ja, van allemaal min of meer in dezelfde mate genoten. Ja. Dat kan moeilijk zijn voor mensen die, moeilijk te begrijpen zijn voor mensen die de focus uitsluitend op karper hebben. Maar er is veel meer in het vissen dan karpervissen. Veel meer. En ik ben blij dat ik van veel verschillende dingen geproefd heb. En meer dan geproefd. Helemaal erin gedoken en ermee in ondergedompeld heb. Het moet ergens toch ooit begonnen zijn met iets. Dat verhaal. Het verhaal van, ik vis van toen ik 5 of 6 jaar was. Ik ging mee met mijn pa. En mijn pa heeft het onlangs nog aangehaald. Ik reed met zo'n fietsje met dikke bandjes. En met wat wij dus in het dialect steunwielkes noemen. Ja. Reed ik mee met mijn pa naar het water. 3 kilometer ver. En daar zat mijn hele dag aan het water. Vaak genoeg. En mijn eerste vissen. Dat is een fantastisch mooi verhaal. Mijn pa, toen hij een beet kreeg op zijn voorenhengel, ja, dan tikte hij die voren aan. En toen zei hij, hou ik je vast, ik moet plassen. Ja? En toen nam ik je hengel vast en natuurlijk die dobber ging onder. Dus ik sloeg aan, dus er ging een vis aan. Ja? En mijn vader zegt, na verloop van tijd, toen ik, hij deed dat dus meerdere keren, dus een vis aan tikken toen ik niet keek. En dan de hengel aan mij geven, hou ik je vast, hè? Ik ga nog een beetje voer maken. Ja? Die dobber onder. Dus elke keer als ik die hengel vastnam, ging die dobber onder. Ja. En dat heeft niet lang geduurd voor mijn vader, toen hij bijvoorbeeld een kwartier of een half uur geen beet kreeg, dat ik zei, kom, geef dan maar aan mij die hengel. Dus dat waren mijn eerste vissen. En het vervolg daarop is, mijn pa, die was ook duivenmelker en zo, die had nog andere hobby's, en die raakte dat een beetje moed af vissen. Maar ik wou wel gaan vissen. Maar ik mocht natuurlijk niet alleen omdat ik te klein was. En op een bepaald moment werd het onhoudbaar. Dus mijn ma ging af en toe een keer mee. Zo, ja. Voerde mij dan met de auto. En ze zaten dan ja, in het zonnetje. Hè. Terwijl ik wat viste. En uiteindelijk kwam het erop neer dat mijn moeder dat zo beu was. Dat gezag om te gaan vissen. Dat mijn vader en mijn moeder gezegd hebben tegen mij. Kijk, zodra je kunt goed een lengte overzwemmen van het zwembad. Mag je alleen gaan vissen. Ik denk niet dat er ooit een kind is die zo snel heeft leren zwemmen. Over de bodem. Ja. Nee. Dat was, allee, het moest en het zou. Wat wel prachtig is, is de manier, pedagogisch, van je pa, hoe dat hij het je nageleerd heeft. Dat is eigenlijk een geniale manier, want ik probeer het ook aan mijn kinderen te leren. Dat is een goed idee. Eerst in aanslaan en dan pas de hengel geven, dat is een goed idee. Want die kinderen wel binnen de 10 seconden een vest vangen. Ja. Dus mijn pa heeft dat heel mooi geflikt, moet ik zeggen. Ja. Maar goed, ondertussen heeft hij door een paar keer die hengel in mijn pol te stoppen. Ook heel mijn leven richt in een bepaalde richting. Ja, natuurlijk. Ja. En op een bepaald moment
is er toch altijd zoiets dat het mysterie van de karper duikt op? Ja. Ik heb eigenlijk heel mijn jeugd behoorlijk intensief gevist hoor. Swinters met kunstaas en op snoek. En in de zomer viste ik eigenlijk voornamelijk op voorn. Met de kemp, met hennep. En ik had eigenlijk een hekel aan karpers. Want zodra ik 3 of 4 dagen aan elkaar op dezelfde plek viste met die hennep, ja, werd ik dus aan flarden getrokken met dat voornlijntje. Ja. Dus oorspronkelijk was het een haatrelatie, geen liefdesrelatie. En dan ook, op een bepaald moment ben ik veel op zeelt gaan vissen. Vanaf toen ik een jaar of 15 was, heb ik eigenlijk echt, ja, de winter was dan voorn en in de zomer was eigenlijk fulltime op zeelt vissen. En dat water, dat is het Patersveld in Aalten, en Aalten, dat leende zich daar ook goed toe, want daar zat ook veel zeelt. En toen op een bepaald moment werd ik eens, ik denk, goh, ik weet het niet meer precies, maar toen ik op een 10-tal beten werd ik 8 keer aan flarden getrokken. Ja. Dus ja, dat waren geen zeelten. Ja. En toen had ik zoiets van, verdorie. En ben ik mij wat gaan interesseren voor die karpers en dan gauw wat lectuur te pakken en zo. Een trip naar Engeland ook, gewoon toevallig tegen het boek aangelopen, Jack Hilton. Quest for Carp. Ja, als tweedehands. En dat was, och, ik zat, toen ik op de boot zat, was de vonk er al. Sloeg meteen over. Ik had 20 pagina's gelezen en ik wist van, dat wil ik. Ja. Dat is het. Tegen dan had ik een rijbewijs ook. Hè? Dus ik ben begonnen op karpenvissen eigenlijk gericht in 1979 was dat. En dan in 80, dat was op het Patersveld. En ik ving ook al snel wat karpers. Dat was, ja, voeren met hennep en tarwe. En ik viste daar toen op met een vlok of met een worm. En ik had al gauw in de gaten dat ik allerlei moeilijke, als ik allerlei moeilijke toestanden in haak ging, dat belangen niet zo snel ging als gewoon met een worm vissen. Ja, ja. Maar natuurlijk, ja, je hebt gevoerd, hè, je ziet dat er karper op zit. Hè, dus ja, er rolt erin, je krijgt wat luchtbellen en zo. Dus ja, dan zit er ook geen andere vis meer op. En dan kun je ook gerust met een worm vissen. Ja. Ik heb dan een paar jaar later, heb ik zo op het eerste stuk van de Damse Vaart, ik kapte daar gewoon een emmer hennep in. Ja, ik ging een paar uur vissen op het tweede stuk, in Oostkerken ergens. En dan kwam ik terug om te kijken. En als er niks los was, dan ging ik terug naar Oostkerken. Maar er was meestal wel wat los, want een paar uur na dat voeren was dat allemaal, dat water, ik ben ooit toegekomen. Na een uur of 3 voeren, dat ik de verkleuring van het water al zag van 20 meter ver vanuit mijn auto. Dat was echt niet normaal. Dat was pikzwart aan water. Dat waren allemaal blazen en bladeren die omhoog kwamen en zo. En dan was er maar één ding waar je een beet kon op krijgen. En dat was een worm. Dus ik viste een worm aan een boltrig, zo gezegd. Dat was dan maar een loodje van 28 gram. Maar dat ging wel de modder in. Ja. En die onderlijn was vrij kort, want ik had dat toen inmiddels gelezen van Hutchinson, als hij met particles viste, dat hij met korte onderlijn viste. Ja. Dus dat hij geen bite-offs kreeg en zo. En ik weet nog goed, de eerste keer dat ik op zo'n ravage kwam, op een namiddag had ik 11 karpers op dat eerste stuk. Ja. Dat was echt ongehoord, echt ongezien. En ik zeg, ik heb er zelfs ooit eens een keer, ik ben de tel kwijtgeraakt, ooit eens een keer 16 of 17 op een dag gehad op die manier. Ja. Ja, ik kon maar mee in hengel vissen. En dat was, ja... En ik moet eerlijk zeggen, ik heb die aantallen nooit meer geëvenaard. Ook niet toen ik 3 of 4 dagen op voorhand was gaan voeren met gekookte mais of wat dan ook. Ik ben zelfs een keer 6, 7 vissen. Zo. Ach, ik heb dat nooit, ben niet meer in de buurt gekomen zelfs qua vangsten. Ja. Van dit. En dat waren de eerste stappen eigenlijk. En wat schreef je dat toe, dat je niet meer in de buurt bent gekomen van die vangst? Omdat als er in de buurt van die plek waar je die hennep kapte, en ja, dat was dus modder, dat water verkleurde. Die vissen kwamen van, volgens mij van heel ver, werden ze daardoor aangetrokken. Dat was een ravage, ja. Want er was dus geen 5 minuten dat er geen karpen rolden. En dat was gewoon, er zat een schuimplak aan te vissen. Dus die vissen waren naïef, ongeremd, en dan ga je er met zo'n bom in. Ja, want ik bedoel, allez, ik doe dat nu ook nog wel een keer. En ik moet zeggen... Het grote probleem is dat je veel te veel last hebt van witvis tegenwoordig. Dus, en dat het langer duurt. Die karpers hebben meer remmen. Ja. Ja, ja. Meer remmingen. En het duurt langer voor ze erop komen en voor ze die stek overnemen. En tegen dan is eigenlijk de zaak al voor een stuk weggegeven. Maar ik heb het vaker, hier ook,
een aantal keren gedaan, waar we nu zitten. En ik moet zeggen, ik heb een paar keer hier ook, alleen hier zit natuurlijk zit wel meer karper, maar hier ook een paar keer op een dag 20 karpers gevangen op die manier. Op die manier? Ja, op die manier. Tot voor enkele jaren heb ik op hetzelfde water, maar puur op het zicht, met de worm, enorm hoe vissen van. Dat zal wel. Terwijl dat iedereen er eigenlijk steen en been zit te klagen. Mm-hmm. Maar puur op het zicht. Ja. Nee, eerst de vis lokaliseren. En interessant om te weten, het gedrag van de vis is daar sterk ook aan het veranderen. Ja. En is heel veel veranderd. Maar op die manier kon het nog vrij snel. Mm-hmm. Moest wachten. Moest ze 6-7 keer laten passeren. Ja, ja, ja. Ze zwemmen de sector. Ja, ja, typisch. 6-7 keer erover. Typisch, ja. Maar op een bepaald moment... Is er toch één die ervoor gaat. Ja. En dat is meestal de domste van de bende. En dan mag je niet te snel zijn, je moet wachten. Ja? Beetje per beetje, er komt een tweede vis bij, een derde. En dan vanaf een vierde, vijfde beginnen ze te schrokken, want dan komt er voedselnijd. En als je op zicht vist, heb je maar 2 aassoorten nodig. 2, meer heb je nodig. Een vlok en een worm. En al de rest kun je thuis laten. Ik kan eigenlijk veel vragen voor je. Heb je veel vragen? Technische vragen. We zijn al in de diepte aan het gaan. Want het was de bedoeling, dacht ik, dat ik eerst mijn viscarrière even vlug over heb. Je begint over die hennep. Ja, dat is waar. Dat is zeer interessant. Maar eigenlijk, ik heb dat verhaal al veel gehoord. Je gooit hennep in de kant en heel bestand komt eigenlijk in de kant op die hennep. Maar dan is het moeilijke... Heel bestand is veel gezegd nog. Ja, voilà, volgens de verhaal. Mm-hmm. Dan is het moeilijk is het natuurlijk te vangen. He? Ja, voilà. Maar zo moeilijk is het niet. Maar je moet er niet willen op vissen met een pop-up die 10 centimeter boven hun interesseveld ligt. Ja, ja. Ja, dat allee. Dat maar mijn vraag is eigenlijk, na al die tijd, heb je iets gevonden die beter werkt dan een worm op die hennep? Of is dat nog altijd die worm? We zijn al in de diepte aan het gaan, maar goed, oké. Okay. Het mag, geen probleem. Ik kan nog technisch ja, gaan. Ja, dat zal wel. Laat ze maar komen. Dat is ook een beetje de bedoeling. Maar, ja. En je mag mij gerust uitdagen. Iets beter, kijk. Het hangt er vanaf wat je wilt. Want ik moet zeggen, je krijgt niet altijd zo'n vreedorgie hoor, op die hennep. Dat mag je vergeten hoor. Als je denkt dat je ergens een hoop camp erin kapt en dat je binnen 10 vissen aan tafel hebt, dat kun je schudden. Dat kun je vergeten. Dat gaat misschien 1 keer op de 10 keer gebeuren. Ze moeten goed los zijn, het moet op de juiste plek zijn enzovoort. Je moet er ook niet eens 2 of 3 keer langs lopen, want dan duurt het 3 of 4 uur voordat er een klein beetje geaast wordt. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel beperkende factoren. Ja. Heel veel. Het kan ook gebeuren dat je er met een pop-up, dat je er die worm gaat uitvissen. Als die vissen niet volop erop gaan, maar er wel overzwemmen en er langs zwemmen, heb je meer kans dat je 1 of 2 vissen vangt op een pop-up die ze meegraaien, dan dat je met een worm zit te vissen. Dus niets is absoluut. Niets is absoluut in het vissen. Maar het zijn allemaal pijlen voor in je koker. En op het juiste moment, op de juiste plaats, kun je daar veel meer mee vangen dan met die pop-up. Ja. Maar, en dan is het meestal een kwestie, als je die hennep gegooid hebt en zo, van de boel in de gaten te houden. Ja, en als het de dag zelf niet gebeurt, dan soms de dag nadien dat ze er plots op gaan. En aan het gedrag van de vissen op die hennep kun je je tactiek afstemmen. Want dat is het woord voor mijn vissen. In het wedstrijdvissen, in alle visserijen die ik gedaan heb, in de karpenvissen. Vissen is maar 1 ding, mensen. Als je de basis onder de knie hebt, je hebt de basisvaardigheden, is er maar 1 ding dat telt. 2. De vis vinden. Dat is het eerste, maar dat is geen complex iets. Maar het woord, het sleutelwoord voor mijn visserij, heel mijn leven is tactiek. De juiste tactische keuzes maken. En daar speelt ervaring een zeer grote rol in, want je kunt dat niet filmen, tactiek. Dus je kunt dat niet in filmpjes tonen wat tactiek is, want het is inspelen op de situatie van het moment. En dat is de essentie van vissen. En dat is waarom iemand met ervaring altijd op het einde van de rit meer zal vangen dan iemand die die ervaring niet heeft. Hoeveel filmpjes hij ook heeft bekeken. Ja. Hoeveel boeken hij ook heeft gelezen. Ja. Vissen kun je leren, maar het is niet iets wat je kunt leren op 2 of 3 jaar. Ja. En als je een goede visser wilt worden, dan moet je eraan beginnen op je 10 jaar. Want als je die jaren van je jeugd niet hebt, dat kan je nog heel moeilijk dichtrijden. Dat gat. Ja, ja. Dat is mijn gevoel. Maar dat is bij alles wat je doet, hè. Of je nu een muziekinstrument leert spelen, of sport of wat dan ook. Hoe vroeger je eraan begint, des te meer kans je hebt dat je er heel goed in wordt. Ja.
Maar we zijn aan het afdwalen. Ben je ermee akkoord als ik zeg dat vissen een denksport is? Ja, natuurlijk is het een denksport. Want ik bedoel, ik heb in mijn leven veel meer uren nagedacht over het vissen dan dat ik gewist heb. Ja, en ik denk dat dat voor veel mensen opgaat. Ik hoop het, ik hoop het. Ja, ik, ja. Maar goed, waar waren we gebleven? Bij die hennep, ja. Oké, maar alweer, je kunt die hennep gebruiken, maar je kunt hem op verschillende manieren gebruiken. En het is afhankelijk van wat de vis op dat moment wil doen voor jou. En daar is het altijd van afhankelijk. Ja. Maar goed, dat we zitten nog maar in dat prille stadium van dat karpenvis, nee? Ja, oké. Maak ik het verhaal nu even af, want ik was al aan het uitweiden. Maar dus, op het einde ga ik nog een keer terugkomen, dan heb die worm. Ja, ja, ja. Mag je ook nu hoor, als we dan terug... Ja, maar toch ga ik het nu vragen. Heb je nog nooit geprobeerd van een hoop worm in een blender te steken, daarmee een bedje te maken en daar een worm op te vesten? Nee, heb ik niet gedaan, maar ik weet dat het enorm goed werkt. Ja. Wormen door de blender, dat heb ik geprobeerd. Ik heb dat één keer gedaan op Seelt. Maar het probleem is dat je de goede wormen heel slecht te pakken krijgt. Want als je dat doet met die gekweekte wormen, of die dendrobenas, of mestpieren of zo, dat werkt niet. Je moet de dauwpieren hebben en je moet er dus veel hebben voor je kunt gaan hakken. En met de zomers die we nu hebben, ja, begin er maar aan, met je riek en schut. Het is moeilijk. Het is een ramp geworden. Het is een ramp geworden. Je hoeft mij niet te... Ja. Ja, ja. Maar, ja? Maar dat is boeiend. En waarom zijn de wormen in de hengelsportwinkel inferieur aan de wormen die uit de grond komen? Het is een ander type. Het is een ander type. Ze worden gekweekt met mest en toestanden. En, maar terwijl een regenworm... Je moet eens kijken, als je een regenworm doorsnijdt of als je zo'n kweekpier doorsnijdt. Dat is een compleet ander sap, zal ik het maar noemen, dat daarin zit. Dat is niet hetzelfde. Absoluut niet. Nee, het kan... Absoluut geen substituut. Ik ken een heel vochtige tuin. Voilà, dus welkom bij deze naar jou. Zijn jullie allemaal uitgenodigd. Ja? Oké. Okay, ja. Als ik ze ooit eens op het water niet wel zie, maar niet gevangen krijg. Ja. Maar het is waar. Ja, okay. Tuin, ik heb je telefoon. Als 30 graden is nog altijd somper van achter. Ja? Het loopt een beekje. Ah, ja, okay. Dat vind ik wel cool, want ik kan altijd dat vermoeden van die kweekworm, daar is iets mee. En dat wordt toch maar weer bevestigd. Maar ja, dat, je kunt een palingen op Seelt. Ja? Je moet dus twee hengels vissen, één tegen één. Eén dauwpieren en één met die gekweekte. En je moet dus een keer 16 of 10 volhouden. Ja? Ja. Je zult er wel achter komen dat ze niet deugen, die kweekpieren. Je zult er echt wel achter komen. Okay. Ik denk persoonlijk ook dat dat te maken heeft met de medicatie dat ze in die kweekgrond doen. Dat kan. Tegen maar de zelfs, ja, dat kan. Ik ga dat niet bestrijden, want ik weet daar niks over. Maar, ja. Voor mij, ik zie dat louter vanuit het standpunt van het vissen. Dit is een goede worm, dit is een slechte worm. Ja. Of dat aan medicatie ligt of wat dan ook, interesseert mij niet. Want het is gewoon iets functioneels voor mij in het vissen. Okay. Ik zal mijn worst wezen hoe ze die wormen mee kweken. Ja. Ja, ja, de vis moet ze niet hebben, dus dat punt. Nog vlug één vraag over die wormen. De beste manier om ze te bewaren, volgens mij, is een koffiedek. Denk je dat een negatieve of een positieve invloed heeft? Dat weet ik niet, maar ik heb ze ook altijd bewaard in koffiedik. En ik moet zeggen, ik heb nooit het gevoel gehad dat ze er slechter van werden. Okay. Ja. Maar het zou me misschien anders wel opgevallen zijn. Okay. Want ik heb in mijn leven wel een keer een worm kunnen op een haak geprikt. Weet je. Ja, vooral. Ik heb wel vele. Ik kan nog een worm vragen. Ja. Vest je nog altijd in zijn boek De Dunne Lijn, zeg je, dat gewoon een haak 4, stikt de pork, die reigt die worm aan de haaksteel, als ik het juist heb. En that's it. Dus niet met een onderlijn. Terwijl dat nu toch de hype is van kebabreigs te maken met worm. Ja, maar goed, dit wordt te technisch nu. Ik bedoel, ja, het is alleen, je wordt te technisch, dus... Nee. Maar nog maar bon. Ja, oké, okay, bon. Nee, te technisch in die zin van... Ik stel mij daar weinig vragen bij. Als ik dus een worm heb en ik prik die op de haak, en die zit zoals hij moet zitten, ik schuif er dan iets achteraan natuurlijk, dat hij niet kan afglijden. Ja, je klopt, moet er een foompje of zo op je haak stoppen en zo. Dat is voor mij oké. Misschien dat ik beter zou vangen als ik een 4 of 5 opsteek. Ja. Ik heb het nooit geprobeerd. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik dat nodig had. Maar mijn bedoeling was vroeger ook, toen ik met die wormen viste, op karper, dan was het altijd eigenlijk op die hennep. Of toch heel vaak op die hennep. Ja. En dan moest je een boltrig hebben, of je kreeg van die bite-offs.
Dat herinneren jullie nog wel. Ja, klopt. Dat die ja. worm gewoon naar binnen gaat. Dat die in die keeltanden gewoon vermalen wordt en zo. En dat je dan, ja, je krijgt een paar twitches, een paar, ja, nu zouden we zeggen, kreeg een paar piepen, een paar bliepen. En het draait een half uur later in. En de helft van je onderlijn is weg en is een beetje platgebeen. Klopt, ja. Dus ja, ik heb die altijd gewist met een blote haakpunt, één worm, omdat je dan het bolt-effect krijgt. Ja. En dat je dan inderdaad, als die vis dat onderlijntje strak zwemt, dat je dan echt wel prikt en dat er iets gebeurt. Oké. Okay. Is dat een antwoord op je vraag? Ja, rond met mijn wormen. Oké, ja. Het is vroeg. Dat is ook maar één alinea in het boek, dus we kunnen nog veel vragen stellen. Ja, ja, maar allez, ik zal het chronologisch verloop van mijn visserij. Voilà, doe maar. Nee, want dat was eigenlijk de bedoeling, denk ik, om ja. mee te starten. We zaten op een punt, rijbewijs. Mm-hmm. Ja, rijbewijs en dan natuurlijk, ja, ik zat al aan de Damse Vaart met mijn auto, in mijn verhaal. eerst wat op de Kreken, onder andere in Zeeuws-Vlaanderen. Dan, er was ook een putje in Kneslaren. En daar heb ik veel geleerd. Het was zo privé, maar ik mocht erop vissen als ik af en toe een beetje gras maaide en zo. En dan is eigenlijk de stap gezet naar die Damse Vaart. En oorspronkelijk op het eerste stuk, het stuk van Brugge, voornamelijk op het WK-stuk. En dat was dan inderdaad met hennep en soms wat tarwe erbij. Maar ik moet zeggen, de karpers verloren zich nog het meest, dus we waren nog het meest gepreoccupeerd als het puur hennep was. Als ik er dan gebroken gekookte maïs bij deed, of gekookte hennep, dan kon ze daar ook echt serieus op losgaan, maar ik had het gevoel dat de grootste vreetorgieën die ik meegemaakt heb, waren altijd puur hennep. Dus ja, die Damse, dan natuurlijk, ja, dan, inmiddels was het 83. Het boek van Maddox was uit. Dus dat was het begin van de boilies en de herrig. Hoewel ik in 83 nog met deegballen, want dat is een stadium, dat, iets wat ik nu overgeslagen heb, wij wisten dus... Met maïs, met van alles. Maar vooral met deegballen. En de grote stap vooruit was wanneer we die deegballen, of dat nu troefiet was of iets anders, begonnen aan te maken met een paar eieren die we bij het vocht deden. Dus in plaats van met water, was dat met water met een paar geklutste eieren erin. En dan dompelden we die deegballen, we rolden die allemaal mooi op voorhand, zoals je nu bolies zou rollen, maar het waren er wel met een diameter van 3 of 4 centimeter. En je kookte die, je dompelde die onder en dan kreeg je een soort, natuurlijk een harde buitenkant, zoals je zou hebben met een zachte boilie. En dat wou zeggen dat je kon gaan voeren. Want als je met troefiet deegballen ging voeren, en die waren niet geskind, zoals ik zeg, die vielen gewoon open. En al wat je deed was een hoop brasems verzamelen. En die geskinde deegballen, dat was het eerste grote doorbraak. En ik weet goed dat ik in de Johnson, dat was een van die putten in Oostkamp, dat ik daar eens een keer gewoon met twee hengels, met zilverpapiertje en gewoon deegballen op de haak gekneed, met dan een stukje korst in de borst, in de bocht van de haak, zodanig dat je deegballen er niet afgooide. Dus gevoerd met die geskinde deegballen, maar dan natuurlijk met een gewone zachte deegbal die je kneedde. Zet je op de haak. En dat was dus echt ook met de haak in het aas nog. Dus als jullie denken dat wij met die primitieve dingen geen vis vingen, dan heb je het mis. Want ik heb door die Johnson ooit eens een keer meer dan 90 kilo karper op een dag gevangen. Ja. En dat waren vissen van 6 kilo gemiddeld, 6,5 kilo gemiddeld. Ja. Zelfs in die mate dat ze het, want er stond er een kantientje bij, dat ze het Brugs Handelsblad belden om de reporter te sturen om foto's te komen maken. Dus dat sloeg wel in toen, moet ik zeggen. Ja, dat was zo'n wedstrijdput en ze hadden dat daar in de verste verte nog nooit meegemaakt natuurlijk. Ja, en ze hadden veel meer karpers op dan wie dan ook vermoedde. En mijn eerste pb heb ik daar nog gevangen. Een hele mooie schub van 13 kilo. Ja. Heb ik een paar keer gevangen. De volgende stap, ja, zoals ik al zei, de Damse Vaart. Dan Jaap de Bliek leren kennen, die inmiddels al een hele poos geleden overleden is. Jammer genoeg, maar een toffe gast. En dan voornamelijk op dat tweede stuk geweest. Want op dat eerste stuk had ik... Ik weet niet meer hoeveel hoor. Ik zou het ook niet meer kunnen checken, want die oude dagboeken heb ik weggegooid nadat ik de Dunne Lijn had geschreven. Want de Dunne Lijn is gebaseerd op stapels van dagboeken. En dus dat eerste stuk had ik denk inmiddels al heel zeker 100 karpers gevangen. En dan was het serieuze werk, het tweede stuk, hoeken en zo. Ja. Want daar zwommen 20 ponders en zelfs
reusachtige vissen. Dat reusachtige viel wel wat tegen, moet ik zeggen. Maar inderdaad, daar vingen we af en toe toch. Ik denk dat er in die beginperiode een stuk of 6, 7, 20 ponders op zaten. En dat was toen heel wat. Ja, ja. En uiteindelijk ook, ja, in 86 ving Jaap dan een 30er. En ik ving die dan ook hetzelfde jaar. En het jaar nadien vind ik hem nog een keer. En, ja. En toen daarna, ja, overal gezeten, overal. De 87 was het begin ook dat ik naar de Seine trok. Ja. En dan de Jonne en plaatsen in de buurt. En eigenlijk van 87 tot 94 kan je samenvatten in één woord, pionieren. Gewoon altijd maar op zoek naar nieuwe wateren, naar grotere vissen, naar uitdagingen, naar... En soms ook een keer een zekerheid meepikken, bijvoorbeeld het Kempisch Kanaal, het stuk 7-8, wat de klassieker was dan. Een paar keer gewoon gaan vissen en dat viel tegen. Ik had 31er, wel een hele mooie vis. En toen wist ik van, oké, we gaan dat een keer serieus aanpakken. En de rest is geschiedenis, wat staat beschreven in het boek. Maar ondertussen leerde ik natuurlijk heel erg veel. Allee, omdat ik verschillende aanpakken nodig had voor verschillende watertypes. Ja, en dus mijn boek is eigenlijk, het skelet van mijn boek is tactiek. Want de beste aanpak voor die hit and run. Voor op kanaal naar rivieren. Je voert een paar stekken aan en je loopt ze af. Hè? Waar je de vis op een aas kon zetten, ja, dat is nu verleden tijd, want dat kan je bijna niet meer, hè, op een water tegenwoordig. Dan doe je dat. En als je op die grote water gaat, zoals de Dyre en Forêt d'Orient of zo, ga je gewoon een grote zone open bevoeren. En wat de meeste mensen vergeten zijn, het cruciale is daarbij dat je dan 's nachts niet vist. Dat je de vis de tijd geeft om zich te vermenigvuldigen. Er komen steeds meer vissen bij en ze komen toch terug, hoor. Ze komen toch terug, overdag. En iedereen is altijd bezig over dat nachtvissen. Maar ik zeg altijd, als je ze 's nachts wegvangt, kan je ze overdag niet meer vangen. En ik heb liever altijd, nu nog, de hele tijd dat ik op Karper gevist heb, heb ik altijd geprobeerd om mijn vissen overdag te vangen. En ik moet zeggen, in 9 van de 10 gevallen, minstens in 9 van de 10 gevallen, ging dat perfect. En dan ben je ook uitgerust. Kun je echt genieten van je visserij. Want je slaapt gewoon, je haalt die hengels in, je slaapt 6 uur. Je bent weer fit. En overdag is het weer gaan, gaan, gaan. En moeilijker dan dat is het niet. Hè. Maar er is zoveel focus op die nachten, momenteel. En nu maak ik de sprong naar het heden. Er is zoveel focus op die nachten. Ik denk dat de meeste mensen zeer onproductief vissen qua uren. En het resultaat, zeer onproductief. En hoe komt dat? Dat is dat vissen, dat is overdag gaan werken, thuiskomen, een douche nemen en naar dat water. En dat is naar dat water slapen. En uiteindelijk zit je in een soort vicieuze cirkel die zeer onproductief is. Maar goed, nu zijn we ergens anders aanbeland, en daar kunnen we het straks nog over hebben, als we het over het heden hebben. Het mensengedrag beïnvloedt het vissengedrag. Hè? Man, daar kan ik straks een boom over opzetten. Ho. Maar als je dat straks nog eens aankaart, dan gaan we daar eens over praten. Want dat is die conditionering. De meeste mensen hebben geen flauw benul hoe ver dat gaat. Ja, het is fenomenaal antwoord. Ja. Zelfs gewoon wandelen. Hè? Als je voorbij een water wandelt, zoals bijvoorbeeld nu de Damse Vaart, hè? Of veel water die ik ken, hoor. Je wandelt daar voorbij of je fietst daar voorbij. Die karper die verroert geen vin. Die blijft daar liggen aan dat oppervlak. In een gat in dat wier. En je mag daar voorbij wandelen. 5 of 6 keer. Die karper blijft liggen. Maar stop en kijk naar het water. En je ziet zo die karper wegzakken. Dat is onvoorstelbaar. Hoe geconditioneerd die beesten zijn. Er is ook een heel alarmsysteem, he. Vanaf dat je hier dat bos binnenkomt, die vogels stoppen met fluiten, alles valt stil, die beesten weten dat ook aan het wat. Ik ga eens een keer iets vertellen, want dat is zeer interessant. Ik ken een watertje, waar als je alleen komt vissen op de witvis, of 2 mensen of zo, dat je behoorlijk je vis kunt vangen. Maar ze vissen daar ook wedstrijden. En zodra er een aantal auto's aan dat water komen, meer dan 2 of 3 zal ik maar zeggen, en er komt een drukte, gaat die vis gewoon op slot. En de gewichten in die wedstrijden zijn om bij te janken gewoon. En
ik vis ook wat op karper op dat watertje. En ik kan, als de wedstrijd gedaan is, ik kan geen beet versieren op karper. Gaat niet. Maar als het 's avonds begint te schemeren, opeens zie je die vissen rollen, springen en paf, die hengels lopen af. Maar iedereen moet weg zijn. En dan pas krijg je je beet. Dus dat is nog een mooi voorbeeld van hoe geconditioneerd die vissen zijn. Wij hebben, de meeste mensen hebben totaal geen benul hoe ver dat gaat. Mm-hmm. En hoe ver dat gaat. Maar daar straks kunnen we daarop terugkomen, want ik heb daar nog wel wat verhalen over. Ik heb een paar hele sterke verhalen, die er mij aan denken, van vissen die bewust op zoek gaan naar lijnen en zo. En ik heb daar de bewijzen voor. Ik heb het allemaal met mijn eigen ogen gezien. Daar gaan we straks nog over hebben. Dus dat was mijn karperperiode. Ja. Eigenlijk gecumuleerd, steeds grotere vissen, steeds grotere wateren, steeds... En mijn laatste jaar was 94. En toen eigenlijk, ik had in 92 had ik op Duder gezeten, in 93 op Orion. En ik was verzadigd. Ik was precies zo wat klaar met de vissen. En dan heb ik nog een jaar, en dan mag ik wel zeggen, echt gepioneerd. Ik heb uitsluitend in 94 op de moezel gevist. En ik heb... bij momenten heel hard tegen mijn tanden gehad, omdat ik gewoon op stukken ging waar ik niks van af wist. Gewoon rondlopen, 's morgens vroeg rondlopen, 's avonds rondlopen om vis te vinden enzovoort. En ik heb een aantal grote vissen gevangen op de moezel dat jaar, maar die waren afkomstig van het stuk dat in verbinding staat met La Max. Maar wel op de rivier zelf, ja, heb ik een aantal grote vissen gevangen, die staan trouwens in mijn boek. Maar op die andere stukken heb ik nooit iets gevangen dat spreken waard was. Veel kleine schubben en zo. En dat was mijn zwanenzang. Ik heb veel rust gehad en veel echt in ongerepte omgeving kunnen vissen en zo. Maar ik was ermee klaar. Ik was er echt mee klaar. En dat werd heel duidelijk dat jaar. Dat ik, ja, ik had het allemaal gehad. Ik had in een heel hoog tempo was ik overal doorheen geraasd. Het gevoel dat je zelf woont daar al? Ja, want ik had voor ieder water de beste aanpak. Ik heb het net gezegd. Je hebt die hit en run, je hebt dat zone voeren en je hebt dat vis op een aas zetten. Dus afhankelijk van het type en de mogelijkheden die ik had, wist ik van, als ik dat doe, is het kast of is het bingo. Ja? En voor de rest, op die grote wateren en op de boezel en om het even waar, je moest gewoon de vis vinden. Je moest gewoon de vis vinden. Dat, ja... En het grote probleem is dat, ik heb altijd lesgegeven, dus ik kon alleen maar naar Frankrijk in de maanden juli en augustus. En dat zijn verdomd zeker niet de beste maanden. Het zijn ook maanden waarin die vissen zich niet echt goed tonen, waar ze heel moeilijk te vinden zijn soms. Ja? En ja, ik was er klaar mee. Waarom? Omdat ik het gevoel had dat ik in een keurslijf zat. Dat ik zag niet meer, ik zag... geen richting meer waarin ik nog kon evolueren. Ja, en waarschijnlijk minder ook geluksgevoel, minder kick van het vangen. Maar ja, ik had mij compleet verzadigd gevist. Al ik bedoel, al die grote vissen op campings, Benelux record enzovoort. Als je ziet wat wij vingen op Orion en zo, Duderen ook, man. Ik bedoel, er staan niet zoveel vissen van Duderen in mijn boek. Maar man, dat was niet normaal. Ik heb er eens met alleen maar mensen op een eiland gezeten, 4 dagen of zo. Ik bedoel, na 1,5 dag waren mij volledig de taal kwijt. Trouwens, de coverfoto van... De dunne lijn is genomen van Eiland op Lac du Der. Foto genomen door Michael Vlosdorf, mijn Duitse vriend, die goed was met de camera. En dat somt het op, hé. Die foto's somt het allemaal op, hé. Gewoon, ja, heel groot water en harken, harken, harken. Was je nog op je gemak? Lieten ze je nog met rust? Het begon. Want eigenlijk, en daar wil ik ook nog over praten, ik ben, als ik zou terugkeren, zou ik het wel een beetje anders doen. Maar eigenlijk ben ik gestopt op Orion, want al die wateren, daar was ik een van de eerste. En het was ook door pionieren, nee, het was niet door horen zeggen, want je kunt dat navragen. Ik ben met Ronnie de Grote naar Frankrijk gereden en we hebben daar een paar dagen rondgehangen aan Duderi en s'nachts dan slapen en luisteren als we wisten door en zo. We wisten nog niets, hè, mensen. Grote plas water, zit karper op en dat was het, hè. Dus ik ben met Ronnie de Grote en dan daarna nog met Gies Nauwaard naar Orion geweest. Daar overdag rondlopen, 's nachts daar slapen en ook veel wakker zijn, luisteren en zo. En ik denk dat het ook ergens, dat ik daarna verwijs in mijn boek.
dat wij geen enkel teken van karper zagen. Nee, een paar dagen en nachten daar rondgelopen op Orion en geen enkel teken van. Want toen ik daar voor de eerste keer naartoe reed met chef van den Oven, geen flauw benul wat we konden verwachten. Nee. Want ik schrijf het ook, de eerste, wat was het, 6 of 7 of 8 vissen, dat was de grootste 14 kilo. Zoiets. Mm-hmm. Ja, en wij wisten van die beter van, ja, oké, het gaat hier hetzelfde zijn van op den der. Veel vis, maar ja, weinig zwaar gewicht. Maar dat is natuurlijk wel anders uitgedraaid. Anders lopen, ja. Ja. Blijkbaar. Ja. Mm-hmm. Het was over. Hè. Ja, het was over. Het was over. Voor in 94. Voor in 94. Ik had zoiets van, waar moet ik nu nog naartoe? Man. Goh, waar moet ik nu nog naartoe? Het moest nog allemaal beginnen. Mm-hmm. En ik had het gevoel dat ik het allemaal gehad had. En achteraf bekeken, maar daar kunnen we het straks nog over hebben. Achteraf bekeken had ik misschien beter nog een aantal jaren doorgegaan. Toch tot ongeveer tot 2000 of zo. Dat wedstrijdvissen had ik dan nog kunnen doen. Alhoewel, tegen 2000 was ik dan toch al 41 en zo. En als je dan nog aan iets moet beginnen, kun je het nog wel gered hebben hoor. Maar, ja. Maar goed. De volgende stap, ik stop met karperen en wat dan? Hé? Ik had geen plan, ik had niets en ik heb heel mijn jeugd heel graag op witvis gevist. Dus ja, ik kocht mijn hengel en een viskist en ik begon wat te vissen. En ik viel aan de Damse Vaart bij een paar mensen van Hoeket. Ja. En Guido Bossard heeft mij toen wat onder zijn vleugels genomen, heeft mij met de match leren vissen en zo. Ik was daar ja, nogal snel mee weg. En dan in de club, het eerste jaar was ik tweede na Guido Bossard, tweede jaar was, ja. hij tweede. Joël, was hij er ook nog in? Ja, Joël zat daar ook nog in, en nog wel wat mensen die nu nog meedraaien. Ja. En dan, dat was dus eerst met de match, en dan ondertussen ook met de vaste stok aan het vissen en zo. En ik viste wat wedstrijden, clubwedstrijden, met Hoeket met de match. Ja. Maar dan viste ik voor het eerst een wedstrijd. Met de combinatie van de match en de vaste hengel. En ik val naast een A-internationaal. Dat was mijn eerste wedstrijd buiten clubverband. Dus echt, ik ga hem niet noemen, maar je weet wat een A-internationaal is. Ja, ja. Er zijn er maar een stuk of 10 in België, ja. Van die A-internationaal. En ik win, ja, en ik had 4 kilo meer dan hem, denk ik. Ik had zoiets van... I must be doing something right. Wat is er nu gebeurd? Ja, dus, allee ja, maar ik zag ook al toen, en dat gaat misschien arrogant klinken, maar het is wel de waarheid. Ik zag ook al fouten die hij volgens mij maakte. En daar zijn we aanbeland bij die tactiek. Ik heb mijn carrière op het wedstrijdvissen gemaakt met mijn hoofd. Puur tactisch, omdat ik geconditioneerd was van in dat karpenvissen, tactiek is alles. En in dat wedstrijdvissen is het heel snel gegaan toen. Want ik bedoel, het eerste jaar dat ik deelde aan een Belgisch kampioenschap, dat was een Belgisch kampioenschap match, had ik brons. Ja. En tweede jaar in 97 win ik met de vaste stok en pak ik zilver met de match. Dus dat was maar mijn tweede jaar dat ik was. Dus ik was heel snel. Maar mee met de zaak. Puur tactisch. Ja. En puur tactisch, want ik ga daar straks een aantal dingen over vertellen. Ja, er gaan veel mensen in hun haar krabben daar. Hoor. Ik ga dus 10 minuten vertellen over hoe ik... kan er dagen over vertellen. Over verschillende wedstrijden en verschillende dingen die ik gedaan heb op tactisch punt. Maar ik ga er een paar uitpikken en ik denk dat een paar mensen toch serieus in hun haar gaan krabben. Maar dat is voor straks, als we in de diepte gaan. Dus ja, toen ik daar... Ik heb wedstrijden gevist van... 96 tot 2008, dat waren 12 jaar eigenlijk. En toen was ik klaar, want alleen ja, ik was twee keer kampioen van België, twee keer beker van Vlaanderen, alleen ja, plus nog ja, podiumplein en toestand. Dus ik had weer het gevoel dat ik klaar was. De uitdaging was weg. Ik zat mezelf te herhalen en mijn hart en mijn ziel zaten er niet meer in, zodanig dat ik ging experimenteren puur. Voor de lol van het experimenteren. En dat kwam mijn resultaten niet altijd ten goede. Maar dat kon mij niet schelen, omdat ik, ja... Ik had dozen vol met trofeeën en toestanden. Dus dat kon mij niet, ja. En dan, ja, wat is er dan gekomen? Een jeugdliefde die terugkwam mee.
Ik zag het niet zitten om terug te gaan naar die karpers. Het was veel te druk geworden inmiddels toen en zo. Ha! Ja, moet ik nu eens bekijken. Dus ja, nieuw en dan de jeugdliefde, die zeelten niet. En op zoek gegaan naar waar grote zeelten zitten en zo. En dat bleken maar een paar wateren te zijn in België. Dat waren dan ook wateren waar grote karpers zaten. En dat was net het probleem. Het probleem was tweeledig. Ten eerste waren er maar een paar wateren in België. Die waren ook zeer populair bij karpervissers. Zodanig dat ik quasi nooit op de goede stekken kwam waar ik moest zijn om die zeelten te vangen. En ten tweede, zeelten zijn maar vlot vangbaar van eind maart tot eind juni. Dat is 3 maanden op een jaar. Je hebt wateren wat je in oktober nog wel een keer een dag of 3 of 4 hebt op die maand. Dat is een keer echt vol los. Hè. Dus ik moest daar iets anders bij doen. En dat zijn dan die barbelen geworden op de Maas. Dus dat zeeltvissen is geëindigd omdat er weinig mogelijkheden waren. Dat ik op de goede stekken niet kwam. Dat ik, dat was ook maar 3 maanden. En ik ben dan al gauw op die barbelen meer gaan toespitsen. En om een idee te geven van, het was ook weer puur allemaal tactiek. Niet zozeer bij die zeelt, maar bij die barbelen. En om dat te illustreren, de eerste keren dat ik naar de Maas ging, dat was, mensen mogen dat weten, want dat heeft met karpers niks te maken. Dat was in Godin en daarna in Hastière was dat. Mijn eerste weekends op barbeel, dat was 3 vissen, 4 vissen. En na een jaar of 3, 4 had ik meestal tussen de 40 en de 50 vissen op dezelfde vistijd in het weekend. Dus dat was maal 10 op een paar jaar tijd. Puur. Maar dat was fenomenaal, want dat waren nieuwe visserijen. Waanzin. Ja, waanzin. Maar alweer, puur tactisch. Je gaat één voor één je fouten elimineren. En op de duur vis je quasi perfect. En dat is, als je bijna geen fouten meer maakt, mensen, in het vissen, dan vang je gewoon veel vis. Volledig. Allee, ik zou dat eigenlijk graag bijtreden, want ik zie mensen, als ze iets veranderen, ze veranderen alles. Van aas naar stek naar rig, alles wordt in één keer veranderd. Hè. Eén voor één moet je doen. Aspect voor respect. We zitten hier nu aan mijn testwatertje. En ik vis hier altijd als ik kom. Ik kom hier alleen maar om dingen uit te testen. Nieuw aas, dat is dan een keer of 2, 3 klein beetje voeren zo en een keer voelen wat ze doen. Ik heb hier mijn rigs op punt gezet. Ik vis een andere pop-up rig dan om het even welke andere karpervis. Ik vis een andere bodemrig dan om het even welke. Ik vis mijn eigen rigs en niemand anders vist die. En ik beweer bij hoog en laag dat mijn rigs beter zijn dan de courant gebruikte rigs. Want ik heb er hier een paar jaar aan getimmerd en geperfectioneerd. En ik vis altijd, maar altijd 2 hengels op mijn testwater. En het zijn nooit 2 dezelfde rigs. Nooit, altijd 2 verschillende rigs. Of ik combineer dat met 2 verschillende aassoorten. Of ik combineer dat met 2 verschillende voerstrategieën. Wel, ik vind dat fantastisch hoe verwoord. Want eigenlijk, Luc de Baat, tot 1994, zat nog in de pioniercultuur van het karpervissen. En ik denk dat we nu echt in een copy-paste cultuur beland zijn. Ik zie nog weinig mensen echt zoeken naar eigen oplossing. Maar je moet ook niet zoeken omwille van het zoeken. Nee. Je moet gericht, je moet iets in je hoofd hebben en zeggen van kijk, dit zou moeten een verbetering zijn. Maar we gaan het toch maar eens proberen. En dan ga je die verbetering, voel je als erin, ga je die zitten fine-tunen. Nee. Dus je moet niet gaan testen, louter voor het testen. Je moet met een doel, je moet een doel voor ogen hebben. Wat wil ik bereiken? Mm-hmm. En dan moet je op weg naar het zoeken naar hoe je dat het best kunt bereiken. Dus ja, maar ik moet zeggen mensen, neem mij dat af. Dat zoeken en dat evolueren en dat bijleren. En ik stop er op slag weer mee, want dat was de reden waarom ik gestopt ben met al mijn visserijen. Hè? Omdat ik het gevoel had dat ik niet meer evolueerde. En dat het ook geen zin had om te zoeken omwille van het zoeken. Ja, dat ik die visserijen naar mijn gevoel geoptimaliseerd had. Mm-hmm. En dat ik zoiets had van, ik heb honger naar bijleren en ik zal maar weer iets anders doen. En dat is het hele verhaal. De cirkel is rond. Omdat ik niks meer kon bijleren, had ik het gevoel ook niet op aasgebied. Hè. Ik wist echt heel goed wat die barbelen lusten, hoor. Waar ze ervoor kunnen gaan.
Dus ja, er is ook, zit ook geen druk op die vissen, op die zeelten en op die barbelen. Dus op een paar jaar ben je daar klaar mee. Want je weet hoe je het spelletje moet spelen om je zoveel mogelijk te vangen. En dan valt de uitdaging weg. En inmiddels was dat karpervissen zodanig veel geëvolueerd. En had ik zodanig veel beperkingen in mijn andere visserijen. Want ik bedoel, die zeelten, dat heb ik net verteld. Maar ook bij die barbelen, hé, toen ik daar zat, aan de Maas, hé, zeker in Hastière. Toen kwamen ze bij mij en ze zagen dat ik met licht materiaal viste. Pas op, ik ving veel karpers hoor. Ja, meer dan toen ik er nadien gericht op ging vissen, op dat stuk. Maar die gasten zagen, die mensen die op bezoek kwamen, die zagen, ja, oh, lichte hengeltjes en kleine mogeltjes en wat doe je hier in je vis? Je hebt karper. Ja, zo smalend, zo, nee, nee. En ik zei, nee, ik vis op barbeel. En vanaf dan was dat eigenlijk carte blanche voor hen, om op 30 meter naast mij twee hele ketels particles erin te flikkeren. Ja? Want ik viste toch maar op barbelen, dus ze namen mij niet au sérieux. Dus ik moest wijken voor de ernst van het karpervissen. Oh my god. Want dat is serious business. Ja? Dus ik heb dat een paar keer meegemaakt en toen had ik het ook wel gehad, moet ik zeggen. Ja? En met het zeeltvis hetzelfde. Oh, je vist toch maar op de tinken. Ja, let dan maar tjong daar in die noek. Ja. Ja, ja, je wordt, en dat is iets wat ik, waar ik het zeer moeilijk mee heb, dat is dat karpervissers een beetje de neiging hebben om neer te kijken op andere visserijen. Het is precies alsof dat het summum is het karpervissen. Maar ik ken veel prutsers in karpervissen, hoor. Veel hoor. En veel goede matchvissers die au fond bijzonder goede karpervissers zijn. Ja, dat ja. Ja, dat verondert me nu. Ik dacht, ik heb je wel zien vissen vroeger met de vaste stok in de vaart, maar ik heb eigenlijk nooit met de match zien vissen. Dus dat verwonderde me wel. Wat trok er je aan in de match? Want dat was eigenlijk een niche binnen, een niche van het wetvissen. Hè? Ja, maar het was gewoon ook weer iets wat ik nog nooit had gedaan. Dat bestond niet in mijn jeugd toen ik op witvis viste. En ik vond dat wel leuk om te doen. Een keer iets nieuws. Ook dat feedervissen had ik daarvoor. Dat bestond allemaal niet vroeger. Dat heb ik ook graag gedaan. Alhoewel je in het feedervissen heb je minder ruimte voor tactisch. Hoe moet ik het gaan zeggen? Er is minder ruimte voor. Om op de zaak te gaan wegen via je tactiek. Oké. Ja? Eén ding bijvoorbeeld, ik zal één voorbeeld geven, wat ik wel deed, ik had een naam dat ik niet kon gooien in dat feedervissen. En dat is omdat ik heel veel van mijn worpen halverwege blokkeerde en de korf gewoon in het water liet vallen waar ik niet viste. En ik had de naam van een hele slechte smijter, maar ik kan echt wel goed werpen. Of zeker vroeger, nu is het wel wat minder en dat zicht en zo gaat wat achteruit. Maar ik kon heel goed werpen. Maar als ik een worp inzette met de feeder en ik zag dat die ook maar ging 60 of 70 centimeter naast mijn plek vallen, remde ik hem al af en liet ik hem vallen om het even waar, maar waar ik niet viste. Iedere worp die ik ginder liet aankomen op mijn plek, moest pal op die halve vierkante meter zijn. En wat creëer je dan? Dat is weer tactiek. Dat is ook métier. Pas op, hè. Gooien is. Hè. Maar het is ook tactiek. Want als je wilt voedselnijd creëren, moet je je voedsel op een kleine plek deponeren. Als je het openzet, dan zit er hier op zijn gemak een platten wat in dat voer. En dan 2 meter daar vandaan zit er nog een platten. En dan heb je nog 7 of 8 ballen liggen ergens met voer, waar er geen ene vis op zit. Zo raak je nooit op gang, mensen. En dat is het geheim geweest van mijn wedstrijdvisserij. Tactiek. Voedselnijd creëren. Aanvoelen wat er gebeurt. Dus, ja. We hebben het ongeveer allemaal gehad, zeker nu. Ja, maar we gaan straks gaan we nog wat in de diepte, hoor. Want ik heb wel een aantal dingen die ik zou willen verduidelijken. Wat die tactiek betreft en zo. Ik heb nu één voorbeeld gegeven. Hè. Ja. Dus dat is feedervissen. Nou ja, je kunt weinig forceren. Nee, ik bedoel, je mag maar vissen met maden en casters. Eventueel met geknipte pieren. En ja, je moet het doen met een werphengel en een korf. En dat zit. Het enige wat je eventueel kunt doen, dat is je korf vervangen door een loodje. En daar hou je het mee op. Hè. En 2 plekken onderhoog. Dus dan moet je echt strijden met die paar middelen die je hebt. Hè. Mm-hmm. En één daarvan, de belangrijkste, was gewoon precisie. En het gebeurde als ik echt in een slechte strook zat. Zoveel wedstrijden heb ik niet gevist met de feeder, hoor, maar ik heb er wel een aantal gevist. En
als ik aan een slechte strook zat, dat ik echt naar 70, 80 meter moest om toch te proberen een beet te forceren. En het gebeurde dat ik 3 of 4 keer moest gooien elke keer om 1 korf goed te hebben. Hè. Dus ik was de hele tijd aan het smijten. Ja. En op een bepaald moment was dat ook gewoon die korf laten afzinken. Een meter of 2, 3 en dan de voer eruit snokken. Dat naar beneden wil, om tijd te winnen en zo, want anders moet dat allemaal zitten. Hè. Dus er zijn altijd dingen, altijd tactische elementen die je kunt gebruiken waar anderen niet aan denken. Altijd. Als je maar diep genoeg nadenkt en als je maar goed genoeg weet wat je precies wilt bereiken. Oké. Okay. Juist en een concreet doel hebben. Realistisch en een concreet doel is iets om naartoe te werken. Nee? Vind ik ook wel. Het is misschien goed dat we het weer vastpakken bij dat ontwikkelen van tactiek en dat matchvest. Hey, want dat is zo het eerste dat je opgepakt hebt na het karpervissen. Mm-hmm. Ja. Is dat de goede plek om dat vast te pakken? Want dat is een link een beetje. Hè? Ja, ik allee. Ik had altijd... De meeste mogelijkheden had je op tactisch vlak veruit met de vaste hengel. Mm-hmm. En die visserij met muggenlarven. Ja, en met kleine muggenlarven om mee te voeren. Dat was mijn sterkte en dat was, ja. Hoe komt dat verschil dan tussen matchvissen, omdat dat meer een madenvisserij is? Maar je kunt met dat matchvissen ook heel veel doen, hè. Allee, maar we gaan nu niet... Allee, het is een podcast voor het VBK. Ja. Ik vind het heel tof dat jullie daarover willen praten, hè, over dat, hè. En ik zal straks nog wel een paar heel straffe staaltjes van tactiek vertellen. Maar ik wil dan wel terug naar de karpenvissen en dan komen we nog eens terug op tactiek. Wanneer we het hebben over mijn beste wedstrijd of wat me het meest bijgebleven is in dat wedstrijdvissen. Dus die Belgische titels en die Beker van Vlaanderen enzovoort. Maar met de match, wat heb je aan tactiek? Of, je hebt van alles. Je kunt je snelheid van maden bijschieten, de hoeveelheid maden die je bijschiet en zo. Wil je de vis omhoog trekken, dan moet je weinig maden schieten of weinig kasters, maar frequent. Wil je de vis naar beneden krijgen, dan moet je minder frequent, maar grotere hoeveelheden. Zodanig dat er maden door de vissen vallen en dat ze zich naar beneden oriënteren om te azen. Ja? Dus als er 5 vissen zitten en je schiet 3 maden, zijn er altijd 2 die er geen hebben. Dus wat doen ze? Ze komen omhoog om er 1 te hebben. Ja? Als er 5 vissen zitten en je schiet 20, 30 maden, ja, ze nemen elke maat en de rest is er allemaal doorvallen, dus ze gaan naar beneden. Allee, ik bedoel, dat is 1 dingetje. Ik kan er jullie zo 10 of 15 noemen en zo. Ik bedoel, waar schiet je voer bijvoorbeeld en zo? Hoe schiet je voer? Is het plof en naar beneden of is het openvallen op het water en in een wolk? Is het wolken of niet wolken? Want dat is een van de belangrijkste dingen als je bijvoert en zo, hè. Soms moet het wolken, soms mag het absoluut niet wolken. Hè? Dus dat moet je al direct aanvoelen. En dat verschilt van water tot water, maar ook soms van dag tot dag. En als je daar allemaal geen voelsprieten voor hebt, ja, dan ga je er niet aan te pas komen om serieuze wedstrijden te winnen. Oké. Ik heb verhalen uit dat wedstrijdvissen, omdat dat elke wedstrijd was een tactisch steekspel op zich. Ik kan dat dagen over vertellen, wedstrijd per wedstrijd, en het zijn bijna elke keer verschillende dingen die het verschil gemaakt hebben. Dus karpervissers en veel andere vissers kijken neer op dat wedstrijdvissen. Het was voor mij, qua bijleren, was het zeker de boeiendste visserij die ik gedaan heb. Stukken boeiender nog dan dat karpervissen. Maar als ik vrienden vraag mij soms van, allee, vertel me een keer over dat wedstrijdvissen en zo, en die weten niet wat ze horen als ik echt in de diepte ga over die tactiek en zo. Ja. Ze denken van, ik vind flauw benul dat zo ingewikkeld en zo complex was en dat van zoveel afhankelijk is. Ja, ja. Dat is effectief zo. En het grote voordeel, je kunt heel snel leren. Als je je hoofd erbij hebt en je ogen erbij, kun je heel snel leren in dat wedstrijdvissen. Want het heeft te maken met meer vis. Je ziet ook wat anderen doen, goed doen, verkeerd doen, enzovoort. Je zit de hele tijd te leren. De hele tijd. De manier waarop je hem brasem, nadat je hem aangeslagen hebt, dat je hem drilt bijvoorbeeld, kan ervoor zorgen dat je al je vis kwijt bent, of dat je kunt uren aan een stuk vangen zonder ze te verschrikken.
Kan ik een paar domme vragen stellen over dat wedstrijdvissen? We gaan verzanden in dat wedstrijdvissen. We moeten dringend, maar ja, dringend terug naar de karpen. We hadden straks een punt. Maar ik wil over dat zieldvissen ook nog dingen vragen. Hè? Ja. En, want dat is ook interessant. Denk ook voor karpenvissen. Ja, toch wel. Nu, dat is wedstrijdvissen. Je zit allemaal naast elkaar op een beperkte afstand. Juist, hè? Die vissen... Ja, zitten die er al? Of? Daar gaan we. Daar gaan we. Ik ga moeten beginnen bij de basis. Bij de basis, hè? Maar, nee, dat... Je zit toch bezig aan die vissen? Kijk, het komt er... Iedereen heeft in meerdere of mindere mate vis liggen in zijn buurt. Oké. Okay. Ja, daarmee begint het. Het gebeurt dat je in een strook zit, want ik heb één Belgisch kampioenschap gehad. Had ik in de finale één visje gehad van 1 centimeter, was ik Belgisch kampioen geweest. Maar ik zat in een strook van 8 mensen, met onder andere ook geen Nunes erbij, dus Europees en wereldkampioen. Met 8 mensen die geen enkele vis gevangen hebben. Dus ja, dan zit er niets. Dan kun je niet... Maar in principe, dat is maar één keer gebeurd. Maar er zijn altijd manieren om aan vis te komen. Maar ik ga er straks op terugkomen. Oké, maar dus die vissen zijn eigenlijk zo idioot dat ze gewoon naar het beste voertje gaan. Dat is absoluut niet dat ze vluchten. Absoluut niet. Dat is totaal, heeft er niets mee te maken, het beste voer. Want ik heb bijna op mijn grote wedstrijd heb ik geen voer gebruikt. Gewoon muggenlarven. En als ik al voer gebruikte, maar ik mag dat eigenlijk niet zeggen, ja. Omdat ik gesponsord was door Van den Einde en door Tubertini. Maar laten we dat nu even laten voor wat het is, want ik kom daarop terug. Maar daar heb je ook goede wedstrijd mee gedaan. Dus. Ja, dat is waar. Maar ik kom daarop terug wanneer ik ga zeggen... wanneer ik ga vertellen hoe ik bijvoorbeeld Belgisch kampioen geworden ben op de watersportbaan in 2000 en... De laatste keer was... Ik weet 2003. Ja. Ja? Dan ga ik, dan ga ik daar 10 minuten een kwartier over vertellen. En dan gaan er heel veel mensen beginnen snappen van wat tactiek is. Oké. Ja? Goed. Beloofd. Ça va. Mag ik nu iets vragen over dat zeeltvissen? Ja, maar ik ga niet diep gaan. Omdat dat zeeltvissen, in dat zeeltvissen ben ik nooit diep geweest. Omdat je geen tactiek nodig hebt. Je bent de enige die erop vist. Dus ja. Wat is voor jou een grote zeelt? Een grote zeelt is een zeelt van vanaf 58 centimeter begint dat. En qua gewicht vanaf 4,5 kilo spreken we van een grote zeelt. Ja. Dat is serieus. En de echte grote zeelten zijn, zoals bijvoorbeeld in de Limburg, weet ik een water. Een fenomenale man die dat water runt en zo, we gaan het niet noemen. Maar, en daar, daar wordt een zeelt gevangen van... tegen de 6 kilo. En dan gaat het over 63, 64 centimeter. Brasems zijn ook groter dan de meeste mensen denken. Ik heb bij het gericht vissen op brasem, want ik tel bijvoorbeeld geen brasems of zeelten mee, die ik vang in een karpenhengel. Ook al weegt die 10 kilo, tel niet mee. Je moet ze gericht bevissen. Of... Maar grote brasems ook. Ik heb 1 vis van 69, 3 van 68, een stuk of 7 of 8 van 67 centimeter. En dat zijn brasems, maar van tot 6,9 kilo heb ik ze gevangen. Ja. En maar dat is net geen Belgisch record. 7,2 is Belgisch record, maar dat zijn brasems die gevangen worden door karpervissers. Die op die boilieplekken liggen vet te worden en dan pakken ze wat meer gewicht. Hè. En wat is het Belgisch record zeelt? Belgisch record zeelt weet ik niet. Dat is niet, ik denk niet dat er een officieel... Brasem is 7,2 kilo. Ik denk dat het al... Het is alleen Dan Oud die het Belgisch record brasem heeft. Ik denk het ook. Ja. Gevangen, denk het ook. Gevangen ergens in de putten van. Ja. Oké. Ja. Dan een volgende vraag rond zieltvest. En toen is het dan. Heb je dat ooit geprobeerd met zo'n hark, een straat? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, ik vind daar goed karper mee. Ja, voilà. ik vind daar goed karper mee. Want die komen ook de bodem, de boel onderzoeken hoor. Ja. Dus voor de luister was met de hark aan een touw eigenlijk een hele strook vrijmaken. Ja. De bodem ommoelen, zoals zij, als je dan hennep gaat voeren, moelen zij de bodem om, maar je kunt hem natuurlijk ook zelf weten. Het werkt niet altijd hoor, en niet op alle wateren hoor. Ja. Want ik bedoel, je mag harken als een bezetene, als er geen karpen in de buurt zitten, dan komen ze ook niet. Allee, ik heb verleden week nog een zeelte van. Ja. En jullie toch? Ja, mooi. Ja, op de tegernoot. Zoals dat je beschreef in je boek, zeer goed zielt als. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja.
Hoe? Van mij mag het nu over kartervissen. Ja. Ja. Maar ik dacht dat jullie vragen hadden die van mensen afkomstig waren. Inderdaad. Dat kunnen we ook vragen. Ja, een aantal. Niet dat ik dat... Ja. Nee, nee. Maar we gaan straks, we gaan even een intermezzo doen en dan gaan we weer de diepte in. Ja, goed. De, even een korte break. Ik zet er wat kaarsjes. Ja, wel eventjes vijf minuutjes pauze mag wel van mij. Ik heb een albino snoek gezien. Wow. Chique. Ja, dat is nog ook nooit gezien. Dat is ook, nee, ik ook niet. Hij dat ziet dus die waterleuzen op zijn kop zitten. Hè. Ja. Ik dacht dat het een dode snoek was. Een van de dingen die ik hoorde in Engeland, ze zetten dus zeer veel foralen uit die gekweekt zijn op pallets. En ze maken nu vliegvesten met pallets. Dat is toch de omgekeerde wereld? Ja, hacker moet er niet worden. Vliegvissen met pallets. Ja, voilà, volledig onnatuurlijk, omdat die vooral natuurlijk gewend zijn van pallets. En voeren met kunstvlieg. Ja. Zoiets, ja, maar ja. Zo ver gaat dat, hè. Ik ga een kleine biologische... Stop. We doen maar Thomas. Oké. Mijn probleem is wel, ik ben in je boek bezig, maar ik ben nog niet aan het hoofdstuk tactiek geraakt. Oh, maar dat is niet... Omdat ik gestrand ben, ik vis eigenlijk nooit met boilies. Mm-hmm. En ben wel gestrand in het stuk over de boilies. Wat ik wel meeneem, dat boek is interessant. Dat boek, ja, dat boek is... zeg maar. Wel, het boek is eigenlijk bijna een pleidooi om niet met boilies te vissen. Nee? Dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk dat je dan het hoofdstuk tactiek nog niet gelezen hebt. Oké. Okay. Inderdaad. Ik denk dat je daar nog niet aan toe bent. Ja. Mm. Maar ja, je noemt het wel een hulpmiddel voor de mens om gemakkelijker te kunnen vesten. De boilies. Die boilies, bedoel je? Ah ja, maar ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja, als je met een deegbal vist, om de twee uur moet je de boel indraaien en zo. Als je dan s'nachts wil slapen in je kabinetten, dan... Je bestaat wel, dat schiet niet op hoor. Als je er om de twee uur uit moet om je deegbal te verversen, man. En ook ja, braasmen of allerlei toestanden die je niet wil vangen als karpenvisser. Ja. Nee. Die boilies zijn, die boilies zijn eigenlijk gewoon een zeer praktische manier om met deeg te kunnen vissen. Ja. Ja. Een praktisch haalbare manier om op karpen te vissen met deeg. Ja, maar... Dat is toch een probleem van door het bos de boom zien of door de boom het bos te zien. Doordat je zoveel toevoegingen en je kunt zoveel kanten uit. Terwijl ja, voor mij is dat altijd iets, wat begin je eraan eigenlijk? Of hij zou gewoon beginnen met die basismix en voilà, that's it. Ik kan mij geen karpenvissen voorstellen. Met aas dat ik zelf niet gemaakt heb. Ja. Dat dan houdt. Ik denk niet dat ik nog lang op karper zou vissen als ik mijn eigen aas niet zou samenstellen en maken. Ja. Want ik heb gevist met boilies van een sponsor. Ja. En ik heb daarmee gevist, oké. En ik vang daar mijn vissen mee. Maar ten eerste heb ik minder voldoening. En ten tweede. En dat is een zeer gevaarlijke uitspraak die ik nu ga doen, want ik ga ze meteen nuanceren. Het aas wat ik zelf maak is beter dan dat wat je kunt kopen of wat je kunt krijgen van een sponsor. Waarom? Omdat zij zitten met beperkingen qua kostprijs. Want als je wil dat die boilies in de winkel kunnen liggen voor 7 euro, dan ben je toch beperkt in wat je er kunt instoppen. Want als je ziet wat er allemaal moet van betaald worden van die boilies... He? Dus advertenties, gesponsorde boilies die naar gesponsorde vissers gaan, dus die niks opleveren. Dan de winst die de winkelier maakt. Oké, je hebt er natuurlijk ook die ze rechtstreeks verkopen en zo. Dan moet je je uren rekenen van die persoon die aan die machines staat om die boilies te maken. Dan zit je nog met de verpakking. Dan zit je nog met, ach man, het houdt niet op. Dus de overheid. Ja, je overheid, al de kosten, afschrijving van je machines, transport, noem het maar op. Dus als je dat allemaal samentelt en je wilt dan een boilie hebben, die je voor 4 euro aan die winkelier kunt verkopen, omdat hij er ook nog 3 euro moet kunnen oppakken.
Als je ziet wat er allemaal in zit, in die 4 euro. Ja, ik maak bolies die mij, ja, als die ingrediënten betalen, die mij gewoon aan ingrediënten soms al meer dan 4 euro per kilo kosten. Niet vaak, niet vaak. Maar ik heb, ja, als je instant vist, heb je toch niet zoveel aas nodig. En dan ga ik graag all the way. Ja. Dan ga ik graag redelijk ver in de kwaliteit van wat ik gebruik en ook de aard van de producten die ik gebruik. Ja. Ja, ik gebruik producten soms die men eigenlijk niet kan gebruiken, toch niet in de hoeveelheden dat ik ze gebruik. Ze zitten er soms wel in aan 1 of 2%, maar ik vis die dan aan 8 of aan 10% in mijn mix. Omdat ik weet dat, ja, dat veel beter is. Ja. En dat is de belangrijkste reden waarom ik mijn eigen aas maak. Maar goed, ik ben al mijn heel leven bezig met aas maken. Ik bedoel, ook in mijn eerste periode maakte ik mijn bolies zelf. Ik heb er ook over geschreven in mijn boek en zo. Maar ik zit nu al ettelijke straten verder qua kennis over aas dan toen ik de Dunnelijn geschreven heb. Dat valt niet meer te vergelijken. Ik zit veel verder inmiddels. Ja, nee. Komt er een derde editie? Nee, dat gaan we niet. Nee. Oké. Okay. Ja. En heb je toen ook het gevoel van, ik zou dat gevoel hebben, of ik heb dat gevoel, als ik met een gekochte boilie vist, van, dat wordt ook een stuk gevangen door degene die die boilie gemaakt heeft. Dat bedoel ik net. Voilà. Dat bedoel ik net. Mijn voldoening is gewoon minder groot als ik een vis vang aan een gekochte boilie. Het gebeurt, hè, dat ik zeg van, god, ja, ik kan gaan vissen, ik heb er nog 5 kilo van dit of van dat staan. Van mijn sponsor, dus ja, oké, ik ga daarmee vissen. Maar ik ben al onrustig. Zodra die hengels inliggen, ben ik al onrustig. En ja, ik weet als ik een vis vang, dat ik niet dezelfde voldoening heb. Iedereen moet dat voor zichzelf. En ik leer ook niets. Want ik ben bijvoorbeeld dat watertje, waar ik dat als testwater gebruik en zo bijvoorbeeld. Ja, ik voel direct of ik iets heb wat een meerwaarde biedt. Ja. En als dat zo is, dan wordt dat vervolgd. Snap je? En dan, ja, ik alleen, ik zit nog echt wel, ik evolueer echt nog wel in, op dat aasgebied en zo. Ja, dat wel. Als je het over tactiek hebt, je zegt er juist, er zijn eigenlijk 4 categorieën van tactieken. Klopt dat? 3 categorieën van tactiek? De hit and run? Ja, maar ja, ik heb dat gestructureerd naar mijn boek toe. Ik heb gewoon gezegd, op dit type water gebruik je best dat, op dat water gebruik je best iets anders. Maar er zijn veel meer dan alleen maar die mogelijkheden. Veel meer. Dat was om de zaak te structureren. Dat is grosso modo de manier waarop ik toen viste. Ja. Maar niemand, quasi niemand van de jonge generatie weet wat in dat boek staat. Ik vind dat ook niet erg. Iedereen in zijn tijd. Ja. Ja. Maar als je het moet doen met die filmpjes, oké, voor mij niet gelaten. Maar ik ben nog maar weinig filmpjes tegengekomen waar diepgang in zit, hoor. Waar ze uiteenzetten. Wat belangrijk is op tactisch gebied, wat aas betreft bijvoorbeeld. Nee, filmpjes worden in eerste instantie gemaakt om dingen te promoten. Want wie maakt er filmpjes? Mensen die gesponsord worden, omdat ze moeten in de picture komen voor hun sponsors. En wat doen ze dan? Dat is producten promoten. En dat is, dat is wat ik het meest vis, wat ik het meest mis in het vissen van tegenwoordig. Er zit geen diepgang meer in. Wat niet in een filmpje kan getoond worden, bestaat niet. Terwijl daar een hele zone zit die door de meeste mensen van de jongere generatie totaal niet aangeboord wordt. Als ik zou gaan praten over bepaalde tactische dingen, zij zou de eerste keer zijn dat ze daar iets over horen. Ja, en dat is, ik ga straks een paar dingen vertellen over karpergedrag die ik ervaren heb, die ik met mijn eigen ogen gezien heb en zo. Maar dat kun je niet in filmpjes demonstreren, hoor. Terwijl het potverdorie wel er echt wel toe doet, hoor. Ja, dus er is een heel deel van het karpervissen dat niet meer ter sprake komt.
En dat is omdat het niet filmbaar is of niet vermarktbaar is, niet verkoopbaar is. En dat is ja, een van de, ja, de nieuwe dingen, zeg maar, een van de verschillen met vroeger. Is dat beter of slechter? Ik ga daar absoluut geen uitspraak over doen. Het is elk in zijn tijd. Ja, dit is allez, het grote verschil tussen vroeger en nu, dat is dat men nu dingen onder de aandacht probeert te brengen die men wil verkopen. Dat is altijd al een deel zo geweest. Maar vroeger was er toch ook altijd een streven naar, ik zal het maar de heilige graal noemen. Ik bedoel, het summum van wiskunde. En begrijpen van, want je moet begrijpen wat je doet en wat er gebeurt om te kunnen vorderingen maken. En nu zijn het enige begrip is, ik krijg veel beet op die bolie of ik krijg niet veel beet op die bolie. Er zijn veel vissen die ik los op die rig, of er zijn er niet veel die ik los op die rig. Het is allemaal heel rudimentair en elementair geworden. Ja? Ja, maar natuurlijk niet bij iedereen. Want ik bijvoorbeeld... Nee, niet bij... Ik veralgemeen. Dus dat zijn grove veralgemeningen. Ja. Maar wat ik daarmee bedoel is dat mensen stellen zich ook geen vragen meer over het aas waar ze mee vissen. Ze vangen er goed op, ze vangen er niet goed op. Ze willen daar niet per se iets over leren. Over rigs ook. Ze willen niet per se daar iets over leren. Geef mij een rig die goed vangt en die weinig lossers geeft en ik vis ermee. Maar dan ga je ook nooit uit jezelf iets kunnen creëren dat beter is. Als er iets verandert, weet je niet meer wat gedaan. Hè? Ook al, bijvoorbeeld, ja. Maar kijk, dat is nu een aspect. Alleen, een van de verschillen tussen vroeger en nu. Ja. Dat stond in... De vraag van Chris. Ja. Een van de vragen die Chris... Wel, laten we eens die vragen doen van die andere mensen. Ja. Van Chris, geloof ik, en Giovanni had ook jullie een paar vragen doorgestuurd. Wat je nu zegt, is eigenlijk... sluit heel dicht aan bij een vraag van Chris de Klerk. Dus we hebben dan een aantal mensen die hebben meegedaan aan de podcast... gevraagd om een aantal vragen op te stellen. Eerdere podcast. Om een aantal vragen op te stellen voor Luc de Paats. En Chris de Klerk heeft er zo'n paar doorgestuurd. En ja, nee, het is van je beste maat. Nou, ik moet dat zo'n lastige zijn, vrees ik. Maar goed. Wat? Ik vind het ook wel een boeiende vraag. Hè, want op karpenvissen in twee totaal verschillende tijdperken. Wat is de belangrijkste verandering? Maar dat is een vraag van Chris. Ja, dus... Ten goede en ten slechte. Zo. Tussen vroeger en nu. Ja. Was er goed veranderd en wat is er niet goed veranderd? Er zijn een paar dingen waarvan je zou kunnen zeggen dat het ten goede is. Maar het zijn zaken met een dubbele bodem. Wat zeker slechter is, dat is het feit dat het veel te druk is aan de wateren. Ik heb dit jaar echt waar al een paar onaangename confrontaties gehad met andere karpenvissers. Zonder dat ik het gevoel heb dat ik iets fout doe. Zonder dat ik zwaar loop te voeren ergens of wat dan ook. Ik misdoe niks, maar gewoon mijn aanwezigheid wordt met moeite geduld. Getolereerd. Ja, getolereerd. Dat maak ik steeds vaker mee. Dat heeft te maken met het feit dat ik de meeste mensen van mijn generatie, ik ben 63, ik kom op openbaar water niemand meer tegen van mijn leeftijd. Die vissen allemaal, de mensen die nog op karpen vissen van mijn leeftijd, zitten in wat ik noem beschermde omgevingen. Op syndicaatwater of op wateren met een beperkt ledenbestand of wat dan ook. Ja. Waar ze alleen maar mensen aannemen die, waarvan ze weten van die gaan niet voor moeilijkheden zorgen, hè, of niet voor overlast zorgen. Dus dat noem ik een beschermde omgeving. Ik heb één zo'n watertje waar ik nu dit jaar 1 jaar een vergunning heb. Ja. Maar ik moet mijn vissen doen op openbaar water. En daar zit veel volk. En ik vis ook het liefst op water waar het moeten geen reuzen zijn voor mij, hoor. De karpers. Maar ik heb graag dat er een vis zwemt van 20 kilo. Laat het zo staan. Want er een paar grotere vissen zitten. Dat is altijd iets extra's zo. Het kan gebeuren. Hè? En het gebeurt dan ook meestal wel als je daar een poos vist. Maar... Op dit soort wateren
wat ik noem die beschermde omgevingen, heb je dat allemaal niet, die wrijvingen en die toestanden. Want als je wat te veel manifesteert in negatieve zin, dan zit je eruit. Dan vlieg je buiten op het einde van het jaar. Maar op die openbare wateren lopen veel mensen rond met lange tenen. En ik voel dat er heel veel, vooral dit jaar, dat er heel veel frustratie is onder de mensen. Dat zal waarschijnlijk niet louter gelinkt zijn aan het vissen, maar ook in de rest van hun leven. Mensen hebben het moeilijk, financieel en zo. En het brengt mij ook terug naar mijn jeugd. Ik ben een klein ventje. Ja? En ik ben altijd een klein manneke geweest. En iedereen heeft frustraties en iedereen moet die op de een of andere manier afreageren. Ja? Er zijn veel toffe, brave vrouwen die een heel leven de frustraties van een echtgenoot moeten tolereren. Ja, en daar soms aan ten onder gaan, onderdoor gaan. Die grotere mannen, of het nu vissers zijn, of karpervissers zijn, of het gewoon scholieren zijn op de speelplaats. Die grotere mannen krijgen onder hun voeten van de meester, omdat ze een slecht rapport hebben. Ja, krijgen thuis onder hun voeten van hun ouders en zo. Die moeten hun frustraties ook afreageren. Op wie reageren ze af, denk je? Op de kleine mannetjes. En ja, echt waar. De niet sterke man. Voilà. De niet sterke, de sullen of de kleine mannetjes. Dus ik zeg, wat ik nu meemaak, herinnert mij aan mijn jeugd op de speelplaats. Dat mensen hun verhaal moesten halen bij mij of bij een paar anderen. Hè? Want zij kregen ook op een donder van die gasten die dan 2 of 3 jaar ouder waren. Die sterke mannen van mij. Dus iedereen duwt de boel als het ware naar beneden. De frustraties. Altijd komen die frustraties terecht bij iemand die minder sterk is of minder verbaal is of wat dan ook. En ja, ik ben dit jaar een keer of 3 met dat soort dingen geconfronteerd geweest. En ik moet zeggen, dat zet een, ik ga me blootgeven, een serieuze domper op mijn zin om te vissen en op mijn visplezier. En ik denk dat het precies dat is wat ze willen bereiken. Off the record zal ik jullie straks nog wel eens een keer iets tonen. Maar daar gaan we nu niet over hebben. Dus dat is de verandering ten kwade. Te veel volk, te veel druk op die vissen, waardoor we gewoon veel minder vangen dan vroeger. Ook ik. Oh, als ik dat vergelijk met wat ik vroeger ving toen ik karperde en nu. Man, ik kom misschien aan 30% of zo. Nog niet. Nog niet, als ik het allemaal bekijk. Maar goed, als ik dan naar anderen kijk, zij doen het ook niet beter. Allee, in sommige gevallen wel, maar dat heeft nog wel een verklaring. Hè. Dat is het grootste verschil met vroeger. Dat je vroeger al fluitend naar het water ging en al fluitend weer naar huis kwam. En dat is nu lang niet altijd meer het geval. Wat mij ook overkomt, dat is dat ik bijvoorbeeld onlangs nog... Zit je 36 uur maar rollende vissen, daar zitten 40ers bij en zo, je krijgt ze niet gevangen. En wanneer je aan het opruimen bent, dan komt er iemand bij je en zeggen ze, och ja, maar die heeft hier eergisteravond 2 ketels particles gekapt, jong. Het is niet moeilijk dat ze liggen te rollen. En dat gebeurt constant. Ja? Ja. Dat zijn van die dingen, daar wordt je altijd maar mee geconfronteerd. Je denkt dat je de vis gevonden hebt, maar je zit op iemand zijn voet. Gelukkig nog dat die niet langsgekomen was, die man die daar die ketels bouwde. Want ik ging dan nog een stekkenpezer geweest zijn, ook. Terwijl ik gewoon op zoek was naar de vis, en daar vissen zag, en daar gaan zitten ben. Maar ze niet gevangen kreeg met mijn bolies, omdat ze daar, je weet ik veel hoeveel erin gekapt waren. Dus dat is de verandering ten slechte. Veel te veel volk. En, ik zeg het, mijn generatiegenoten. Hoe komt het dat ik niet in die beschermde omgevingen vis? Wel, ik ben er 20 jaar uit geweest uit het karperwereldje. En al die lijsten, die wachtlijsten, die zijn toen opgesteld geweest. In die periode. Ik sta daar niet tussen. En als ik erop sta op die lijst, sta ik op de 150ste plaats of zoiets. Dus ik kom nooit in mijn leven nog aan bod. Dus ik moet het doen op openbaar water. En op openbaar water is het druk... En kom je allerlei mensen tegen, wat je in die beschermde omgeving niet hebt, omdat ze gefilterd worden. En dat zet toch wel een domper op mijn vissen, moet ik zeggen. Ik ben de hele tijd op zoek naar waar kan ik op mijn gemak een vis gaan vangen. De hele tijd. En er zijn water waar ik graag zou vissen en waar ik een idee heb van ook hoe dat ik het zou... Maar ik kan het niet opbrengen, omdat ik weet dat ik... Niet veel, er niet veel plezier aan gaan beleven.
veranderingen ten goede. Je zou kunnen zeggen materiaal. We hebben allemaal beter materiaal. Materiaal interesseert mij niet. Het moet gewoon functioneel zijn. Dus daar heb ik niks aan. Sociale media, dat zie ik niet als ten goede of ten kwade. Dat laat mij koud. Mijn karpers zijn geen statussymbolen. En dan, je snapt direct wat ik daarmee bedoel. Ja? Ik heb geen statussymbolen. Ik ben te oud voor statussymbolen. Ja? Maar materiaal is veel beter. Maar is dat beter, dat materiaal? Ik ga jullie een anekdote vertellen. In sommige dingen zijn ze zo goed qua materiaal dat ze er ver doorgeschoten zijn. Een week of twee geleden zat ik op een watertje met mooie vissen. Goed formaat en mooie vissen. Ik heb 7 runs gehad. En ik heb 3 vissen gelost door een overgeplooide haakpunt. Die haken zijn zodanig scherp tegenwoordig dat ze in plaats van af te schampen op het bot in de bek, dat ze erin willen. Ze willen in dat bot. Dus wat doen ze? Ze plooien over en je lost je vissen. Ik heb 3 vissen gelost, door een overgeplooide haakpunt. En dat is maar dat tipje van dat puntje dat overplooit. En ik had het met 2 verschillende modellen. Is dat een verandering ten goede? Niet echt. Ik ga weer teruggrijpen naar de vorige generatie haken die scherp waren, maar niet fenomenaal superscherp. Want toen had ik dat probleem niet. Dus verschillen tussen vroeger en nu. Ten goede, ik moet eerlijk zeggen, dat de vissen groter zijn. Je vist naar de normen van je tijd. Nu is een 30 kilo je van hut. In de periode dat ik viste, was een 20 kilo je van hut. Je evolueert mee. Is dat beter, meer grotere vissen? Nee. Dus ten goede, mensen, eerlijk gezegd, ik meen het. Ik vind niks of ik moet het nuanceren. Of je moet kijken naar zaken als waterkwaliteit bijvoorbeeld, wat dat dan wel een stuk vooruit te gaan is, ongetwijfeld ten opzichte van de jaren 70. Dat is waar. De waterkwaliteit is vooruit gegaan. Maar dat brengt ook met zich mee dat al die wieren nu vol staan met wier, al die wateren. Is dat een stap vooruit? Well. Ja, nee. Ik bedoel, ja, je moet er leren mee leven. Maar, ja. Point. Maar dat vind ik juist, dat vol staat met wier, dat hoort toch bij die tactische uitdaging? Wier is geen tactisch element voor mij. Wier is een technisch element. Je moet je rigs aanpassen, maar dat heeft met techniek niks te maken. Je moet je andere lijn vissen, gevlochten in plaats van nylon. En je moet andere rigs vissen, chots in plaats van weet ik veel wat. Dus ik zou in wier bijvoorbeeld mijn favoriete pop-up rig niet echt goed kunnen gebruiken. Tenzij ik hem vis als, met een helikoptermontage aan mijn parel een eind omhoog schuif. Hè? Mm-hmm. Zodanig dat mijn lood in het wier gaat en dat mijn rig zelf erop blijft liggen. Dus, maar dat is niet tactisch, dat is technisch. Ja, dat zit eigenlijk ook wel dicht bij een andere vraag van Chris. Hè? Ja. Chris, hoe eigenlijk weet van jou, wat zijn de 3 meest gemaakte fouten die je ziet aan de waterkant bij collega-vissers? Ik vind het raar dat Chris die vraag stelt. De 3 meest... Maar Chris is een beetje een raar. Maar een goeie raar. Ja. Ja. Weet je waarom ik het raar vind? Chris stelt een vraag, wat zijn de 3 de fouten die mij het meest opvallen bij andere vissers? Ik vis altijd alleen. Ik vis altijd alleen. Ik vis misschien 1 keer of 2 keer per jaar. Mm-hmm. Samen met iemand. Dus ik heb geen flauw benul hoe andere mensen vissen. En welke. Ik weet dat ik zelf aan de lopende band fouten bij mezelf ontdek. En dat is voor mij bijleren. Ja. Dat ik merk van, verdorie, ik moet iets fout gedaan hebben, maar wat. Hè. En dan uiteindelijk komt het dan toch wel. Zeker als je de fout een 2e en 3e keer maakt. Dan. Dus ik maak zelf fouten genoeg dat ik niet ga andere mensen me kritiseren om mijn fouten. Dus ik zou het niet weten. Even te maken, iets wat ik wel heel vaak als fout interpreteer, is dat er zo weinig tijd wordt besteed aan locatie. Mm-hmm. Ik zie mensen de parking van de put opstuiven en 10 minuten later staat er op 10 meter van die camionet in een heel tentenkamp. Mm-hmm.
Dat zal zeker wel een feit zijn, maar je mag niet veralgemenen. Want ik ken ook wel jonge mensen die, ja, die daar wel veel tijd in stoppen. Want dat was vroeger al zo, hè. Je hebt 80% van de vissers weet op voorhand waar ze gaan zitten wanneer ze gaan vissen. Ja, dat is van alle tijden, hè. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, nog vragen? Ja, Chris had inderdaad verschillende vragen. En dat is eigenlijk wel een interessant ook, omdat je vertelt van kijk, ik vis veel openbaar. We zien dat ook wel veranderen. Overheid die wat zaken wegkoopt onder onze neus. Ja. Wat moet er volgens jou gebeuren om dat vissen op openbare water ook in de toekomst nog veilig te staan? Te vrijwaren. Er is maar één ding wat invloed heeft op de één zaak die invloed heeft op de besluitvorming, de politieke besluitvorming. Dat is hoeveel stemmen vertegenwoordig je. Hoe zwaar weeg je op de politieke weegschaal, electoraal? Hoeveel mensen vertegenwoordig je? Dus, dat staat automatisch gelijk met, je moet georganiseerd zijn. Je moet één grote structuur hebben die alle vissers verenigt. En dan heb je in Vlaanderen zoveel vissers. Dus dat zijn zoveel mensen die moeten deelnemen aan verkiezingen. Ja. Dus, hoe zwaar wegen die vissers? En dat bepaalt hoeveel aandacht er besteed wordt of hoeveel belang er gehecht wordt aan wat de vissers willen. Okay. Sportvisserij Vlaanderen, en ik denk dat we een hele goede voorzitter hebben nu, Frans Weemaas. Mm-hmm. Iemand met tact, iemand die al heel zijn leven vist, die ook in zijn leven al een en ander meegemaakt heeft. Ik denk dat we een hele goede voorzitter hebben en... Ja, Sportvisserij Vlaanderen, volledig verder uitbouwen en maken dat we alle vissers verenigen. En wat ze dan doen is heel goed, bijvoorbeeld die verzekering die je krijgt als je aangesloten bent. He, dat is een fenomenale manier om mensen erbij te krijgen, he, erbij te betrekken. He. En dan kun je wat zwaarder gaan wegen op de politieke besluitvorming. En dan kun je wat een beetje gewicht in de schaal leggen tegen die groenen en zo die alles naar zich toe willen trekken. Wat moet er, wat denk jij, dat er goed zou zijn? Oké, er zijn heel veel zultjes te winnen, want er zijn nog nooit zoveel visvereniging geweest als nu. Is dat zo? Ja, dat is zo. Er zijn... Over welke aantallen spreken wij, weet je dat? Van aantallen, ik heb het geweten, maar ik kan er nu niet meer op komen. Ik heb gewoon dat probleem herken ik. Ja, ik onthoud veel eerder principes dan concrete cijfers, maar in ieder geval zijn er nog nooit zoveel geweest. Dus heel veel zieltjes te winnen. Maar wat zouden we moeten doen? We lopen hier allemaal al een tijdje rond op deze bol ondertussen. We zien dingen veranderen. Wat doen we niet meer dat we beter hadden gedaan? Of zouden moeten opnieuw beginnen doen. Ik zie visuitzettingen en zo. Zie ik veel minder. Onderhouds werken. Zie ik op sommige wateren ook niet meer gebeuren. Dat is de invloed van de groenen. Ja. Want visuitzettingen, dat staat voor hen gelijk met biotoopvervalsing. Ja. Wat niet altijd zo is. Maar goed, het wordt sowieso altijd een evenwicht vinden tussen verschillende belangengroepen. Ja. En daarom moet je... stemmen in de weegschaal kunnen gooien en moet je een goede vertegenwoordiging hebben. Je moet iemand hebben die als hij mee aan tafel gaat met die mensen, die zinnige dingen vertelt en op een zinvolle manier. Ja. Het is ook een paradox, waar je moet ook met veel zijn. Dus die toename van vissers aan de waterkant is op een manier ook goed. Maar dat is natuurlijk... In welke zin? Omdat we een steeds groter groeiende groep tegenwoordig. Met meer gewicht in de schaal, omdat we meer zijn. Omdat we maar meer zijn, die ja. verbinding tussen de mensen, dat is het probleem. Maar het aantal vissers, dat is toch niet tegen te houden. Dat gaat toch toenemen. Ik weet niet, allee, het verbaast mij dat er eigenlijk meer vissers zijn dan vroeger. Want ik bedoel, ik zie geen palingvissers meer. Ik zie geen mens meer die op een eentje zitten te witvissen op openbaar water en zo. Het is allemaal karper blijkbaar. Allemaal. En ik kom geen andere vissers meer tegen op openbaar water. Hè. Vroeger zag je mensen zitten peuren. Of ze zaten met drieën naast elkaar een paling te vissen of wat dan ook. Hè. Dat is allemaal weg. Dus ik moet zeggen dat het mij verbaast dat jullie zeggen dat er dus meer vergunningen verkocht worden dan vroeger.
Ja. Roofvissers? Roofvissers, ja. Ja, veel roofvissers. Dat streetfishing, dat is ook weer gruwelijk populair. Als je een baarsje vangen van 12 centimeter, dan hebben ze speciale poses om daarmee op de foto te gaan en zo. Maar nee, jullie lachen, ik lach daar niet mee. Ik bedoel, ja. Ja. Maar goed, neem de sociale media weg en je gaat veel minder vergunningen verkopen, als je snapt wat ik bedoel. Ja. Want vissen zijn statussymbolen geworden. Mm-hmm. Ja, dat is bij karpenvissers, maar dat is ook bij die roofvissers, die streetfishing het geval. Als ze geen foto's meer mogen nemen, is de zin om te vissen al ferm bekoeld. Ja. De beeldcultuur, hè. Ja. Ja. Mm-hmm. Okay. Ik zoek toch ook iets anders dan... Giovanni had ook een vraag, zeker? Ja, absoluut. Dus ik had het gevoel dat een klein beetje een insider was. Dus kies zelf hoe ver je er mee wil gaan. Hè. Maar ik wil weten van jou, ben je nu in pensioen? Nee, wij weten dat ik op pensioen ben. Oké, maar... Nu ik op pensioen ben, ja. En dan... Momentje, alsjeblieft. Ja. Hè, of hij nu in pensioen is en weet wat hij weet. Of ik weet wat ik weet, ja. Maar ik denk dat hij dat verder nuanceert. Ja, zijn leven hè, zo opnieuw hè, zou doen. En indien niet, wat dat je zou veranderen. Dus, nu ik op pensioen ben, dat is effectief zo en hij weet dat. En ik weet wat ik weet. Ja. Met wat ik weet dus. Met wat ik weet dus, ja. Zou ik dat mijn leven opnieuw doen? Op die manier? Of zou ik iets veranderen? Het enige wat mij nog altijd een beetje achtervolgt, en dat is het enige waar ik aan twijfel, maar ik denk niet dat ik het zou veranderen, moest ik teruggaan. Maar ik loop al, zeker nu in die tweede periode dat ik op karper vis, loop ik de hele tijd toch wel met de vraag van, was ik niet beter toch nog een jaar of 5, 6 doorgegaan met dat karpervissen? Dus in plaats van te stoppen in 94, was ik misschien niet beter, op eind 94, was ik niet beter doorgegaan tot 2000 of zo. Omdat dat toch nog jaren zijn waarbij... Ik heb het begin meegemaakt van Frankrijk, echt. Maar dat is dan daarna allemaal ontploft en er was nog zoveel te ontdekken en nog zoveel te doen. Waar je toch, als je de meute voorbleef, rustig kon vissen en je ding kon doen. Maar dan had ik mijn beste jaren in dat wedstrijdvissen gemist. En dat had ik ook niet willen meemaken. Dus ik zit een beetje gewrongen met die vraag. Als ik echt geconfronteerd word met keuzes, dan zou ik het houden zoals het gelopen is. Want ik ben eigenlijk gestopt met karpenvissen op het moment dat het een beetje doodliep voor mij. En ik ben in iets gedoken dat mij enorm gefascineerd heeft en gepassioneerd heeft. En waar ik heel veel plezier aan beleefd heb. En heel veel... over het vissen bijgeleerd heb. Dus nee, ik zou niks veranderen. Niks van wat ik in mijn vissen gedaan heb in mijn leven, zou ik anders willen. Elke periode had haar charmes. Oké, okay, wauw. Ik ben even onder de indruk van de intensiteit van het antwoord. Oei. Ja, nee, maar ik geniet ervan. Het zijn die dingen waar ik zelf ook en denk een aantal mensen die wel mee. Maar ja, natuurlijk, allee, als we terugblikken op onze levens op een bepaalde leeftijd. Allee, we hebben heel veel mooie momenten beleefd in dat vissen en zo. Maar het heeft ook druk gezet op onze levens. Hé. De drang om te gaan vissen, dat is niet altijd de beste raadgever in een relatie en zo. Is niet altijd ook, ik bedoel, je kinderen zijn ook wel een keer droevig als je weer 2 of 3 dagen gaat vissen. Dan papa ben je weer weg. Dus, ja, maar in de rechtspraak heb je zoiets als, in het Engels zijn ze irresistible urge, oncontroleerbare drang of zoiets. Ja, onbedwingbaar, ja. Zoiets, ja. En ik roep dit in, edelachtbare, ik roep dit in als verzachtende omstandigheid. Het was onbedwingbare dwang om te gaan vissen. Maar, weet je, het is niet altijd ook het vissen. Maar het is ook vaak dat je er niet bent met je hoofd. Dat je met je hoofd nog aan het vissen bent. Of bezig bent met een nabeschouwing op de vorige sessie. Of aan het nadenken over je volgende sessie. Mm-hmm. En dan ben je afwezig voor de mensen rondom jou. En ik denk dat dat ook een serieuze tol is die die mensen moeten betalen. Dat je er niet altijd bent met je hoofd erbij. Nee. En dat, als je alles samenneemt, dat je weg bent van huis en dat je...
Maar anderzijds, als wij die drang hebben om te gaan vissen en ze laten ons niet gaan vissen, dan zijn we ook niet genietbaar. Dus ze hebben geen keuze. Ze hebben geen keuze. Ze hebben geen keuze. Uiteindelijk zijn ze balancing act. Ja, inderdaad, ja. Balancing act, dat is wat het is. Ja. Maar het is ook zo, en dat was eigenlijk een vraag die ik zelf had voorbereid. Die passie, die intensiteit die daarin ligt, dat komt dan zeker ook in andere dingen in het leven naar boven. Ik denk hier in de dunne lijn dat we dat kunnen zien aan de songteksten dat je eruit haalt. Ik heb het boek van de dunne lijn hier even. Ja, ik weet nog wel vaag. Ja, maar goed, je moet weten, dat is ook een beetje beroepsmisvorming. Hè? Ik heb Engels en Duits gestudeerd. Ik ben in 38 jaar heb ik Engels gegeven. Dus dat is normaal. Als je naar muziek luistert, dat je ook naar de teksten luistert. Het zou jammer zijn als de leraar Engels had. En je moet die twee dingen moet je loszien bij mij. Ja? Je moet die loszien. Er zijn dingen met fenomenale teksten. En waarvan de muziek oké is, maar niet meer dan dat. Maar je hebt ook het omgekeerde. Je hebt veel dingen die ik graag hoor, die qua teksten nergens op slaan. Mm-hmm. Ik kan er toch niet veel van maken. Ja. Dus dat zijn aparte dingen. En waarom ik ben ook altijd geïnteresseerd geweest in literatuur. Ik heb altijd veel gelezen, veel in het Engels. Poëzie. En natuurlijk ook de liedjesteksten. Maar wat daarbij komt, in die hogere jaren, ik heb veel les gegeven aan 8e en 9e jaren Engels, en volwassenen en zo. Ik gaf toen ook Anglo-Saxische instellingen en zo, van hoe zit het systeem van die landen in elkaar, maar ook veel cultuur. Want ik heb redelijk wat groepen gegeven, cultuur en conversatie heette dat. Dat waren dus echt gevorderde groepen, 9e jaar Engels of zo. En dan kom je automatisch uit bij hele goede films waar die stukken uit toont, ook naar Fawlty Towers, wel altijd een beetje een uitdaging voor een Engels en zo, als je dat zonder ondertiteling doet. En bij poëzie, en bij kunst, en bij muziek. En hoe kun je die muziek dan in klas brengen? Via de lyrics, via de teksten. En die dan ontleden. En ik ging voor mooie dingen. Ik probeerde met mensen mooie dingen te leren kennen. Maar ik kon dat alleen maar verkocht krijgen via de teksten van de nummers. Dus die moesten goed zijn. Ondertussen leerden ze ook de muziek kennen. Heb ik wel wat deuren geopend. Damien Rice en zo van die toestanden. Ja. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ja. Het zachtere genre. Nine Crimes. Goed. Ja, dat is een van de cd's. Maar ook de klassiekers, Hurricane van Bob Dylan bijvoorbeeld, verhaal, dat is pas een tekst. En ook andere dingen, zachtere dingen, bijvoorbeeld, wat heb ik nog gebruikt van Bob Dylan veel? Potverdorie. Isis. Want die muziek, vind je dat Bob Dylan terecht de Nobelprijs verdient? Dat is... Dat is een hele moeilijke. Ergens wel, maar ergens lopen er echt wel mensen rond die hem meer zouden verdiend hebben. Ja, maar toch, like Isis, dat is maar toch een heel boek en een song. Ik weet dat. Hurricane ook, als je de achtergronden kent en zo. En zo. En ook de minder bekende nummers. Not Dark Yet, zegt jullie dat iets? Ik heb bijna al zijn plaat, maar het had mij niet echt... Ik denk dat het is van Desire of zo, dat die daarop staat. Desire is... Ja. Oh. Maar ben niet 100% zeker dat het van Desire is. Maar het is ook een nummer dat ik veel gebruik. Dat is Not Dark Yet. It's not dark yet, but it's getting there. En, is dat niet op Desire? Nee, dan is het Out of Time. Ja, het zal Out of... Ja. Dat is die dat ik het niet aan. Ja. Dus, het zal Out of Time zijn. Maar hoe dan ook, allee, ik vind het trouwens de mooiste slow die ik ken. Dat is echt een twee tegel slow. Ik ken altijd de discussie aan mensen in de tijd, toen dat hij de Nobelprijs... Oh, je hebt de Nobelprijs gewoon. Ik schiet uit mijn vel. En toen vertel je toch heel dat verhaal van Isis, dat die kerel naar de pyramids gaat, embedded in Isis. Ik ken het, machtig. Pas op, hij heeft, laten we het zo stellen. Hij heeft de Nobelprijs literatuur niet onverdiend gewonnen. Ja.
Ik denk dat dat de beste nuance is die we kunnen maken. Maar ik kan nog wel 10 mensen opnoemen die hem eigenlijk ook wel zouden verdienen. Ja, die ik even hoog inschat, maar dan echte auteurs. Maar goed, ik doe je pijn. Nee, ik doe je pijn nu, ik voel het. Je vriend je in allerlei bochten. Oké, even rond die muziek, want in de vorige podcast met Gio, die vertelde mij dat je 2 platen van Fugazi had. Ik heb 1000 cd's in mijn kast staan en ik, daar houdt het niet mee op. Als je zou zien wat ik aan afspeellijsten op mijn Spotify heb, dan ik denk dat je je haar zou krabben. Het is jammer dat het over kapjes moet gaan. Kunnen we een andere keer over muziek praten of over literatuur? Want ik ging net zeggen, kijk, de brandweer stuurt mij een bericht. De brandweer stuurt. Huis staat in brand en ze willen nog 3 cd's redden. Je moet nu kiezen. Maar ze mogen de boel aan het afbranden, want... Er 3 uitkiezen kan ik niet. Moest je mij er 100 toen kiezen, dat zou ik kunnen. Maar 3 kan ik niet, want dan ga je vandaag 3 kiezen. En ik ga morgen 3 anderen zien dat ik zeg van... Nee, 100 zou gaan. Maar weet je wat ik zou doen als brand? Ik pak mijn telefoon mee, dan heb ik alles in 1 keer. Ik heb Spotify, ik heb mijn afspeellijst. En die 1000 cd's die in mijn kast staan, ja, die kan ik ook gewoon via Spotify beluisteren. Ja, de meeste toch. Ja. Dus brandweer, laat maar branden jongens. Ik heb mijn telefoon bij me. Nee, ik zou het wel. Ik zou het wel jammer vinden van mijn boeken, maar ik heb nog allemaal wat boeken staan. Maar goed. Ja. Oh, daar moeten we allemaal niet over beginnen. Nee. Gaan we nog eens een beetje dieper graven in dat karperen? Absoluut. Ja. Wat is het mes? Waarin is. Je had misschien niet wel vertellen. Waarin zijn. Hoe laat is het nu trouwens? Excuseer dat ik je onderbreek. Geen probleem. Het is 8:47. Ja. Waarin is je pop-ups, waarmee je nu experimenteert, waarin zijn die beter dan de andere pop-ups? Ik experimenteer niet met pop-ups. Riks, hé, pop-up Riks. Ah, pop-up Rig. Ja. Pop-up Rig. Ja. Ik kan die dichter bij de bodem vissen. En ik heb er minder losses op, zelfs als ik mijn beste hinge stif knoop, die perfect is, waar alles oké, heb ik nog een betere inhaking. Met mijn eigen pop-up rig dan met Hinge. En die vissen nu veel dichter tegen. Het is eigenlijk een superversie van, hoe noemen ze dat? Een spinnenrig of een ronnierig. Ja. Ja. Maar je hebt niet al die prullen en dat ijzerwerk allemaal niet nodig en zo. Die van mij functioneert veel beter, draait beter. Is, ja, echt. Je moet het gewoon zien als een superieure versie van een. En het is een rig die ik in principe al gebruik. Van in de jaren 90 op karpen, maar in verbeterde versie. Ja. Ja. Dus hij is. Ik heb die op. Ik vis de laatste jaren meer en meer pop-ups, maar ik vis nooit een en dezelfde rig. Ik vis altijd een hinge stif en dan mijn pop-up rig of zo. En ik moet zeggen. Ik vis steeds minder die hinge stif. Vis de hinge stif niet meer als die nodig is. Ja. Omdat ik. Ja. Ik krijg ietsje meer beet, heb ik het gevoel, op die lagere rig. En ik los niet veel vissen meer op die hinge stif, maar ik los er nog minder op mijn eigen pop-up rig. Ja. En als je hem zou zien en ik zou hem uitleggen en tonen, dan zou je direct mee zijn. Direct mee. Direct. Zou je direct zeggen van ja, natuurlijk. Als ik het wil. Ja. Misschien ooit nog eens. Hè? Ja, het is dat. Maar ja, een nieuw boek gaat er niet komen. Nee, want niemand leest nog. Allee, je hebt het schitterende boek van Heilakker. Mm-hmm. Ja. Dat is gedrukt op, ik denk, 350 exemplaren. Zijn ze nog niet eens kwijt? 400, ja. 400, ja. Zijn ze nog niet kwijt. Maar Goedemakers heeft gezegd, niet veel, maar nog te veel voor deze tijden. Ja. Hebben ze laten drukken. Dat is... Ongelooflijk, hè? Ja. Ja, wij hebben hem, hè? Ja. Ik heb hem ook, ja. Het zal wel zijn dat ik hem ook heb. Ja. Ja. Maar ja, they're missing out, hè, als je niet leest, ja. Mm-hmm. Maar weet je, allee ja, die jongens zijn dan niet meer gewoon om lange teksten te lezen. Nee. Zij lezen niks meer dat langer is dan 3 of 4 of 5 lijntjes. Hè. Ook op school, die leesteksten die nu krijgen. Pas op, je mag niet veralgemenen hoor. TSO en allemaal, is, je mag niet veralgemenen. Maar de jongens, ja, die lezen niet graag. Die zijn groot geworden met beeldcultuur. En ja, lezen is lastig voor hen. Ik veroordeel dat niet, of ik zeg daar niks negatiefs over. Het is de cultuur van de tijd, zo simpel is het. Ja.
Dus een boek schrijven? Nee, jongen, alsjeblieft. Waarom zou ik daar nog aan beginnen? Zelfs als je een artikel schrijft met wat diepgang. Ik heb er één geschreven in het jubileumnummer van de VBK. Zo een beetje voorzichtig over ASO, een beetje in de diepte. Maar niet in de diepte, maar zo'n beetje, allee, toch iets zinvols proberen te zijn. Niemand leest dat. Niemand leest dat. Dat is misschien 100, 200 man die dat leest. En dat is ook nog dankzij het feit dat het VBK een vrij oud publiek heeft in zijn leden. Klopt, ook. Ja. Ja. Als je dat zo puur voor jongere mensen schrijven, en je hebt bijvoorbeeld 3000 mensen die je bereikt. Je zou wel mogen blij zijn als er 30 zijn die het uitlezen. Ja. Of 50. Alles in zijn tijd. Wat ze wel zoeken is reeks. Ik heb zelf een YouTube-kanaal, ik ga dan niet zeggen wat dat is, maar ik heb daar denk 4 filmpjes op, waarvan 1 over een rik met bloedworm. Heet ja, telefoon. En dat heeft dus massa's hits. Mm-hmm. Dus dat zoeken ze wel. Ja. Mm-hmm. En dat is ook algemeen bekend, als je wel een succesvol YouTube-kanaal hebt, begint iets over riks. Ja. Dus die zoektocht, ik denk dat die zoektocht wel nog altijd is, maar dan zijn er dat niet vlug naar de boeken. Okay. Terwijl dat daar wel echt ten gronde alles wordt uitgelegd. Ja, en dat is het grote probleem. Dat zij, omdat zij niet gegroeid zijn in een cultuur, van lezen en zoeken naar de essentie en dingen uitleggen en zo. Nee, zij willen iets gevisualiseerd zien en ze nemen dat klakkeloos over. Ja, die goede visser zegt dat dat een goede rig is, dus dat we gaan die gebruiken. Maar ik denk niet dat ze, maar je mag niet veralgemeniseren varen, ik denk niet dat ze zich veel vragen stellen over van, ja, maar gaat dat wel werken zoals ik het wil, want dit en want dat. Ik denk niet dat ze daar... En het watertest. Ja. We gaan moeten kiezen, hè. We kunnen het hebben over nog zoveel thema's en we kunnen heel de nacht door, denk ik. Maar gedrag van de vis. Ja, weet je wat ik ga doen, hè? Ik wil één iets demonstreren over tactiek en het belang van tactiek in het wedstrijdvissen. Ik ga daar eventjes over praten. Okay. En voor de mensen die dat misschien iets minder interessant vinden, ik ga straks nog een paar dingen vertellen over karpers en een aantal van mijn bevindingen van de laatste jaren. Super. En dingen die ik gezien heb en zo, die absoluut niet in de dunne lijn staan. Dus dat zijn dus een beetje primeurs. Ja. Ik dacht dat jullie meer gingen vragen over mijn wedstrijdvissen, maar goed, dat is, allee ja. Ik kan er nog 20 uur over vragen stellen, dat interesseert me eigenlijk best wel. Ja. Want ik dacht dat je had een lijstje gegeven met een paar vragen, de voorbereiding, dat je dan ook vroeg van wat waren de hoogtepunten uit je wedstrijdvissen. Ja, inderdaad. Maar ik ga heel kort zeggen wat allee, op basis van, ik ga er een paar stoefminuten van maken. Go ahead. De hoogtepunten waren natuurlijk 2 keer kampioen van België met de vaste hengel en dan wat medailles met de match, ook zilver en brons en zo. En 2 keer de beker van Vlaanderen gewonnen. En ik ga eerst een muisje, ja. Kijk eens aan. Ik kom mee luisteren, mag. Ja. Dus dat zijn de hoogtepunten. Maar het zijn ook hoogtepunten door de manier waarop dat ze tot stand gekomen zijn. Want ik heb 12 jaar wedstrijden gevist. Maar ik heb niet elk jaar deelgenomen aan de Belgische kampioenschappen. Ik heb er maar een beperkt aantal meegedaan. Waarom? Omdat je altijd moest schiften in je provincies en moest die clubwedstrijden mee, die provinciewedstrijden en die nationale wedstrijden mee visten en zo, snap je? Mm-hmm. En soms deed ik dat gewoon niet, had ik daar geen zin in. En dan kon je nog een keer schiften soms, wat ik zeg van voort. Ja. Maar het zijn geen dingen die mij overkomen zijn. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, nee. Het zijn dingen, echt waar. Ik mag dat zeggen en het zal straks wel duidelijk worden als ik een voorbeeld geef. Mijn grootste prestatie vind ik, in mijn laatste jaar wedstrijdvissen was 2008. Maar dat was al uitbollen. 2007
had ik op voorhand aangekondigd dat ik de beker van Vlaanderen nog eens ging winnen. Echt waar. Echt waar. En ik heb hem gewonnen met 6-1'tjes. Ja. Ik weet niet of je dat je iets zegt. Ja, je wist met 180 mensen. En je hebt sectoren van 20 man. En dat gaat over 6 wedstrijden over heel Vlaanderen verspreid. Albertkanaal, Stasehem, allee. Dus je vist eigenlijk tegen 20 mensen die in je sector zitten. Win je je sector, dan heb je een 1. Okay. Ben je derde, dan heb je een 3. En je moet die getallen meenemen naar het einde van het jaar. En wie het kleinste, bij de optelling, het kleinste cijfer heeft, die wint. De beker van Vlaanderen. Okay. Maar je mag je slechtste laten vallen. Ja. Dus je mag er 1 laten vallen. Wel, ik heb een 1 moeten laten vallen. Ik had 6-1'en. Ja. En daar praten ze nu nog over, dat meen ik echt wel. 6-1. En daarvan, niemand heeft dat ooit gedaan. Nee, zelfs niet bij benadering. Nee. Zelfs niet bij benadering, nee. En dat was omdat ik wist dat ik op mijn einde liep van het wedstrijdvissen. En is alles wat ik geleerd had, want ik heb zeer veel wedstrijden weggegooid. Omdat ik zodanig bezig was met bijleren en experimenten en zo. Allee, ik had er zoveel gewonnen. Ik mag dat wel zeggen. Wie me niet gelooft, zal ik de trofeeën tonen. Ik sta dan al die dozen met trofeeën. Maar fijn. Dus, ja. Ik, die muis, jong. Ja, maak een foto van een muis. Fantastisch. Had hij er nog een keer opzet op je boek? Op mijn boek, ja. Okay, dus ja. Doen we gewoon voort. Ja, okay. Dus dat vond ik het toppunt. Ja. Maar mijn strafste prestatie in wedstrijden, die zat dan wel elders. Pas op, van die 6 wedstrijden, toen ik de beker van Vlaanderen won, heb ik er ook, ik weet niet meer, 2 of 3 algemeen gewonnen. Hè? Dus van de 180 man of zo. Maar nu, mijn grootste prestatie in 1 wedstrijd, ik heb er eigenlijk 2. Ik heb ooit eens een wedstrijd gewonnen in de Koolhofput, een A-wedstrijd. Ja, de Koolhofput, ja. Waarbij ik, er waren 100 vissers. En ik won met rond de 23 kilo. En de tweede had 10 kilo 6. Oh. Dus ik had de tweede meer dan. En dan heb je 10 kilo 6, 10 kilo 560, 10 kilo 520. Snap je zo? Dat is een van de strafste die ik gedaan heb. En de strafste, nu, dat is puur, ik ben puur aan het stoeven en aan het opscheppen over resultaten. Ja, het zijn objectieve feiten. Het zijn objectieve feiten, maar goed, ja, ik bedoel, mensen interesseren zich. Maar nu ga ik eens iets vertellen over tactiek in het wedstrijdvissen. Mm-hmm. En dat was mijn tweede Belgische titel en dat was op de watersportbaan. Dat was een verhaal, hoor. Ik had voormiddags, ik zat in een kopsector en echt wel, veel van de beste vissers zaten in mijn sector. En de kopsector, dat wil zeggen, ik zat op nummer 20 en nummer 1 zat ook in mijn sector. Dus die zitten op de buitenkant, die vangen sowieso meer vis dan iemand die... Oh, kijk eens aan, dat muisje zit op mijn boek. Ja, schitterend. Ja. Dat is een primeur, dat is de eerste keer. Ik zou er ook wel een foto... Ga je mij die foto doorsturen? Ja, die foto doorsturen. Mooi. Oké. Okay. Bon. Kopsector. Ja, kopsector. Dus, 's morgens, ik wist van, ik zit op nummer 20... En dan ga je, omdat ik op de buitenkant zit, moet ik dan naar het midden van de sector. Dus ik moest naar nummer 10 namiddags, ja. Maar dat was de halve finale, was dat in de voormiddag. Dat was ik helemaal... wacht hoor, ik moet eens nadenken hoe ik... Ja, want de punten van de... als ik mij goed herinner, want het is een poos geleden, telden de punten van... Telden de punten van de halve finale... voor de helft mee of zo, denk ik. Dus de beste gingen door naar de finale of zoiets. Ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval, ik zat in de voormiddag zat ik op nummer 20 en in de namiddag moest ik naar nummer 10. Dus ja, 2 keer eigenlijk kansloos tegen die kop. Dus in de voormiddag heb ik zeer goed gewist in die zin dat ik op mijn gemak gewist heb. Ik heb niet mijn vis eraf gevangen direct, maar ik heb er af en toe een vis van afgetrokken. Ja, en dan weer laten hergroeperen enzovoort. En ik win de sector, maar ik had de laatste vis had ik, was net uit het water, dus met mijn voet onder het schep net toen ze afbliezen. Ja. Maar ik had die... Dat is niet normaal. En dan in de namiddag
Dus ik had de sector gewonnen. Dus ik had een, ja, als ik goed viste in de namiddag, had ik kans om te winnen. Maar ik moest naar nummer 10. En ik wist dat de watersportbaan, dat was in de voormiddag, daar hadden er... Goh, ik schat 100 man had er dus gevist. Neem nu gemiddeld 5, 6 kilo vis. Mm-hmm. Daar had dus ongeveer 600 kilo vis in de leefnetten gezeten. En dan weet ik, dat zorgt voor een enorme shock. Mm-hmm. Als die vis teruggezet wordt, gaat er dus een enorme shock door dat water. Er is een stress die erop zit op dat water, niet normaal. Dus ik wist van, wow mensen, dit gaat, vanmiddag gaat het hard en moeilijk worden. En we beginnen in de namiddag. En iedereen vangt direct een aantal vissen. En dan valt het stil. En ik had dat voorzien. Ik had zoiets van, ze gaan voeren. Er komen wat naïeve vissen, komen daar snel op. Worden gevangen, maar dan gaat de stress compleet toeslaan. Ja, want dan worden er weer vissen gevangen en zo. En die vissen gaan allemaal vluchten. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb maar 35 minuten van de 3 uur gevist. De laatste 35 minuten. En ik heb de hele tijd mijn stek zitten opbouwen. Dus ik heb gewoon... Ik had een paar vissen, ik had gevoerd. Heel weinig. Veel muggenlarven, niet te veel voer. En dan gewoon niet gevist. En iedereen had zijn vissen al na een half uur en dat viel volledig stil over heel de lijn. En ik wist van... Als er niet meer gevangen wordt, en er werd hier en daar nog wel een keer één vis gevangen, maar ik had zo het gevoel van, ik zal 5 kilo vis moeten vangen, om die sector te winnen. En ik heb de hele tijd zitten opbouwen. Dus met de cup, muggenlarven, met leem, pal onder die top, laten zakken, niet vissen. 5 minuten nadien, 10 minuten nadien, poef, met die cup. Ja. Weer. En wat doe je dan? Je gebruikt die paar vissen die je gekregen hebt in de opstart. Zoals iedereen. Iedereen kreeg een paar vissen op de start. Die gebruik je om iets op te bouwen. En door altijd maar op datzelfde kleine plekje met die cup een balletje ver in de leem te laten vallen, krijg je een enorme voedselnijd op de duur. Want daar komt vis bij, ze worden niet verschrikt. Want je vangt er geen. Je hebt ook geen kans op inzwemmers, dat je ze verschrikt. Gewoon. En dat was de hele tijd. En op de duur lag dat te koken bij mij. Ja? En iedereen zat, ja, niemand ving eens. Wat doe ik dan? Ik ga er 1 vis afvangen. Dus ik ga erop. Ik moet enorm voorzichtig zijn, want de kans op inzwemmers is zeer groot. Doordat die vis daar echt redelijk, door die voedselnijd, redelijk actief op die plek bezig is, moet ik heel goed opletten. Dus ik vis en ik krijg een beet en ik sla niet aan. Nee, ik haal mijn hengel uit en ik controleer, is mijn veer gepakt of niet gepakt? Hij was niet gepakt. Had ik aangeslagen, dan had ik een vis waarschijnlijk in zijn vin of zo gehaakt en was alles om zeep geweest. Dus weer balken zetten. Okay. En dan, op een bepaald moment, heb ik zoiets van, ik ga het anders doen. Ik ga mijn vis uiteentrekken. Ik ga een balletje een centimeter of 70 rechts van mijn top zetten. En dan eentje een centimeter of 70 links van mijn top. En dat deed ik dat. Ik alterneerde, maar dat was niet heel een tijd. Ik zat ondertussen in het kantje te vissen. Op voorntjes, maar ik had er maar eentje of 2 gevangen. Zo'n voorntjes van 10 of 12 centimeter, om toch iets te doen. En er kwam zeer veel commentaar, want er liepen veel mensen rond. En die boven op de oever liepen en zo en al. Ah, Boots, vindt, wat zei hij aan toen, miljarden, had van lucht. Ik ben niet geweest, vindt, en waarom wist hij niet, vindt. Godverdomme, hij moet veel geld gaan. Zo heel de tijd van dat. Maar ik had ook het grote voordeel, ze bleven niet staan achter mij dan. Want dat is het ergste. Als je dan een gevist hebt, s'morgens en je bent bij de kandidaat. Dan staat er daar 30 of 40 man achter je, die niet meer... Wist omdat ze eruit gewist zijn in de voormiddag, maar die loopt nog rond en die willen weten wie. Dus die had ik, daar had ik dan ook geen last van. Dat was ook een zeer belangrijke tactische overweging. En dan ga ik dus, als ik die vissen wat uit elkaar getrokken heb, heb ik zoiets van, oké, ik ga nu links proberen een vis vangen. Maar ik viste met een boterzacht elastiekje.
En in plaats van de meesten, als ze een vis aanslaan, ze trekken hem omhoog. En die ligt op wat te spartelen aan het oppervlak. Dat moet je doen als er stress op het water zit. Vooral dat. Nee, dat is het laatste dat je moet doen natuurlijk. Ja, ja. Dus met een heel zacht elastiekje. En ik zeg, ik zit links. Ja, en ik ga naar rechts aanslaan. Dan gaat die vis normaal naar links vertrekken. De meeste wedstrijdvissen, totaal geen benul van. Hou daar geen rekening mee. Dus wat doe ik? Ik ga op links. Ik zet opzettelijk nog een balletje 20 centimeter meer naar links. En ik ga daar op vissen. En binnen de 20 seconden heb ik een beet en ik zie dat het een beet is, dat het geen inzwemmer is. Dus wat doe ik? Ik gewoon een zachte tik en ik laat die vis kiezen waar hij naartoe wil. Maar omdat ik naar rechts aansloeg en die druk op rechts hield, ging die vis naar links van de plaats. Leg je de stok zo om, ja, oké, je schept die vis. Weer een balletje links gezet en dan rechts een vis gaan halen. Identiek hetzelfde. Boom. Er laten afzwemmen op het gemak en zo. Dan stop, rust. Balletje rechts, balletje links. Even een paar minuten niet vissen. Zo. En zo heb ik in 35 minuten met mijn kampioen van België gevist. Oh, prachtig. Ja. En dat is één voorbeeld. Maar ik kan er uren over vertellen, over andere tactische benaderingen van wedstrijden die ik gewonnen heb. En dat is hoe je het dan denkt, ook over karpenvesten. Natuurlijk. Ja, ja. Ik kan nog een voorbeeld geven. Allee, meestal als ze een brasem aanslaan, die trekken hem naar omhoog en zo, en dan waren veel misbaar. Met een landingsnet van vier delen of zo, scheppen ze een vis 6 meter uit de kant. Bij mij niet. Mijn landingsnet, was één stukje van ongeveer 1,5 meter lang en daar lag naast mij. Ik sloeg de vis aan. Ik liet hem altijd zelf kiezen waar hij naartoe ging. Dat was de manier om de minste misbaar te hebben en de vis het minst te verschrikken. Ja? Laat hem maar zwemmen. En ik viste met een boterzacht oranje elastiekje. Ja. Dus die vissen gingen dan naar het midden. En dan legde ik de hengel over naar rechts of naar links. Al naar gelang dat het best uitkwam. En die vis kwam boven bij mij. Altijd kwam die vis boven. 60 à 70 centimeter uit de betonboord. En dan gewoon mijn schepnet eronder. En die vis had nog nooit een golf gemaakt op het water. Of nooit gekletst met de staart. In alle stilte en alle rust. Leidde ze zich pal naar de kant. En op het moment dat ze boven kwamen, legden ze zich en zaten ze in mijn schepnet. En dan, ja, er zijn er veel die daar kwamen naar kijken. Die zeiden van, allee, wat doet die? Maar ja. Dat eigenlijk ja, logisch. Zei de logica ja. Zelf. Ik kan nog een voorbeeld geven van een aantal wedstrijden die ik gewonnen heb. Dus dat was met Fer de Vaas. En dan ga ik gewoon, dan schoot ik casters 7, 8 meter over mijn top. Maar ik viste daar niet mee. Gewoon 4, 5 casters schieten. En ik hield dat 3 uur vol. En dan ging ik met een heel licht pen en dan begon ik ze dichter te trekken. Dus ik viste op de bodem met Fer de Vaas en ik deed daar mijn visserij. Maar ondertussen schoot ik een paar uur aan een stuk casters, meters over mijn top. En met casters kun je bepalen waar je je vis wilt vangen. Ik heb dat daarnet al uitgelegd, denk ik. Hè? Als je veel schiet, dan zakken ze. Als je... okay. Dus ik hield die vissen aan de praat. En dan na een uur of drie, dan zag je af en toe al een keer een serieuze kolk of zo, van een wind of van een grote voorn die een caster komt pakken. En dat is het moment dat je voelt van, ja, we gaan er een van tussen gaan plukken. En dan was dat met een pennetje, ja, een heel licht pennetje, maar ik trok die vis eerst wat dichter. Dus ik zat te voeren met die casters, als het ging met de wind en zo, zat ik te voeren op 17, 18 meter. En ik viste met een 11. Die vis werd daar niet verstoord door niets of niemand. Ik had dat voor mezelf alleen. Ja. En de mensen vroegen zich af, maar waar is die god miljarden weer mee bezig? Vindt? Die zei, Bots, je moet daar die vis geen eten geven dat 7 meter over je top vindt. Want, allee, kun je niemand geen vis niet meer vangen omdat ze hij daar zit? Ik zeg, dat is niet verboden toch? Zij staan ergens in dat ik op mijn aas moest schieten op mijn top. Ja? Oké, okay. Dus deed ik voort. Dan zaten ze te mopperen en te zagen, ze konden ze mij niets. En dan na 3 uur of zo begon ik ze dichter te trekken, die vis. Nee. En dan met een heel licht pennetje, subtiel, gewoon zo. Up. En moest je maken, voor die windes en die grote voorns, moest je ongeveer weten op welke diepte je casters gepakt werden. En dan moest je maken dat de caster aan je haak op exact dezelfde diepte kwam als de diepte waarop de casters gepakt werden. Dus het is te zeggen, je zinkende caster moest op hetzelfde moment op een meter diepte zijn, als op die diepte geaast wordt, moest op hetzelfde moment op een meter diepte zijn van je gevoerde casters. Want als die voorliep of achterkwam, moesten ze hem niet hebben.
Alleen als hij op hetzelfde moment op de diepte was dat zij azen, was dat een natuurlijke caster van hem. Dus werd hij gepakt. Al dat soort dingen. Ik kan nog uren praten. En dan ving ik mij in dat laatste uur, ving ik bijvoorbeeld de grote winden of een grote voren, weer eventjes pauze. Weer een paar keer kaarsen schieten, laten hergroeperen, een metertje of twee verder. En dan weer hup, optrekken, twee of drie keer schieten, zodanig dat je er weer bij komt met je pannetje. Weer een vis ervan tussen trekken. Dan daarna weer op de bodem gaan vissen, want daar had je ook vis liggen natuurlijk. En dat is wat ik bedoel met tactiek. Ja, en daaraan zie je ook dat je van kind af aan met die vesten en in de gedrag bezig zijn geweest. He. Tuurlijk. Want dat is ook wel, in dat boek bijvoorbeeld, dat staat vol met bewering, maar dat is allemaal correct. He. Dat is heel moeilijk om de haten te vinden en de dunne lijn, vind ik. Het is denksport, logica. He. En al de besmetting van al de mogelijke input dat een ander niet naar luisteren. Ja. Het is daarom ook, jullie vroegen net welke fout maken andere karpers. Dus ik kijk daar niet naar, ik let er niet op. Ik zit in mijn hoofd. Ik vis in mijn hoofd. Mijn vissen zitten in mijn hoofd. En in mijn hoofd alleen. Gedrag. Karper. Ja. Over karpergedrag nu. Ja, zullen we het daar eens over hebben? Ja, blijkt me wel interessant, hè, want ik zie... Damse vaart is voor mij een heel mooi voorbeeld. Ik herinner me de jaren 90, waar je s'avonds om 8 uur, als je run kreeg om 8 uur, dat was zo, je kon je klokken erop gelijk zetten. En je zag de vis blazen en draaien in de kanten. Ik zie dat niet meer. Ik zie dat het is gedaan. Maar dat is wat hengeldruk doet, hè. Ja. Dat is wat hengeldruk... Dat staat al in mijn boek, denk ik. Het jolige en het vrolijke gaat er snel uit, hoor, als er hengeldruk op het water zit. Ja. Die vissen die verliezen hun ongeremdheid. Dat is, wij kunnen ons eigenlijk zelfs niet meer voorstellen wat het is om een ongeremd water te hebben. We kunnen ons daar niks meer bij voorstellen. Dus ja, hengeldruk is... Ja. Ik ga jullie een heel mooie anekdote vertellen over een West-Vlaams kanaal, een helder kanaal, dat die daar heel erg mee te maken heeft, met hengeldruk en... De invloed die dat heeft op vissen. Ik ga nog een paar verhalen vertellen, maar ik moet ze eventjes vastzetten in mijn hoofd nu. Anders vergeet ik ze weer. Want hoe meer ik praat, hoe meer er loskomt. En hoe meer er komt opborrelen en zo. Maar eerst dat verhaal. Dat is een heel sterk verhaal. En er zullen mensen zijn, als er nog iemand over is die aan het luisteren is naar deze podcast. Oh ja, ja, zeker. Ze komen direct bij die vesten, ze komen erbij. Kennis niet. Er gaan mensen zijn die zeggen, de baas heeft ze echt niet allemaal meer op een rijtje. Met dat soort dingen. Maar ik steek mijn nek uit en ik vertel wat ik gezien heb. En ik vertel het voor wat het is. En trek zelf maar jullie conclusies. Maar dit is het summum van ontwijkend gedrag. Dat is het meest fenomenale ontwijkend gedrag dat ik ooit bij karpers vastgesteld heb. Want het gaat gepaard met een vorm van bewust omgaan met. En dat kan niet, want karpers kunnen niet bewust redeneren. Karpers kunnen niet redeneren. Dus je moet al een soort bewustzijn hebben van, ik ben daarmee bezig. Mm-hmm. Ja? Begrijp je? Ja. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Ja, je mag het in twijfel trekken. Ik ben heel benieuwd. Ja, maar het is, pas op, het is echt de moeite. Wat ik nu ga vertellen is hele straffe kost, hoor. Ik zou het water graag bij naam noemen, maar ik ga het niet doen. Ik heb er al wel miserie genoeg. Ik zat in het eerste jaar dat ik daar viste, kanaal, had ik de indruk dat die vissen 's nachts zeer graag pal in de kant kwamen. Echt pal in de kant. Op het eerste trapje. Mensen die het water kennen, zullen wel direct snappen waar ik het over heb. Overdag niet zozeer, maar 's nachts kwamen ze in de zomer, in de warme periode, kwamen ze toch zo graag op de kant. Dus wat deed ik? Ik ging in die kant vissen natuurlijk. En op een normale manier, anderhalve meter uit de kant, net het eerste trapje, volledig slappe lijn, vanaf de top, poefrecht naar beneden. En zo, volledig slap. Bon, ik kreeg die eerste nacht twee keer, denk ik. Nee, één keer. Eerste nacht was één keer. En verder niets meer. Dus, dat wil eigenlijk zeggen, lood verplaatst.
Want anders moet je terugkeren. Je waker gaat naar omhoog en hij blijft staan. Lood verplaatst. Misschien een andere verklaring. Wat denk je dan? Potverdomme. In het Engels zeggen ze, I've been done. Ja, dus ze hebben mijn naas opgepakt en ze hebben er de haak uitgeschud. Maar dan, in de loop van de weken daarna, kreeg ik regelmatig, ook overdag, als ik pal in het kantje viste, ook wel regelmatig terugzakken. Dus, inzwemmers. Mensen, alsjeblieft zeg, inzwemmers, ik vis een meter en een half uit de kant, mijn lijn ligt volledig plat, slap, dat was de karper die. Mm-hmm. Ik zeg, inzwemmers, raar iets. Maar dat bleef maar komen, overdag, s'nachts. Ik werd gek. What the fuck is er hier aan het gebeuren? Ik lig nu maar een meter uit de kant. Mijn top ligt op het beton. Mijn lijn vertrekt van daar. En toch krijg ik dat. Kan dat? Ik lig met ledcore. 70, 80 centimeter ledcore. Ik lig een meter 20 uit de kant. Wat gebeurt er hier? En dat heeft lang geduurd. Tot in mijn tweede seizoen. En ik viste op een duur niet meer in de kant. Want het was... Ja, ik heb een aantal vissen gevangen in de kant, hoor. Pal in die kant. S'nachts, ik heb er een aantal gevangen. Ik heb ook echt een grote verspeel toen een keer. Dat ga ik nooit vergeten. Maar ik viste niet meer pal in die kant. Want ik had zoiets van... Allee, ik snap er geen zak van, maar ik kan hier nauwelijks een beet forceren. En toch heb ik elke keer indicatie dat er vis in de buurt zit. En op een bepaald moment wou ik weten wat er gebeurde. En op een bepaald moment zag ik vissen zwemmen rond de paai. Dat was dat tweede jaar al. In de kant. Ja, echt, ze passeerden. Ik zeg, potverdomme. Ik zeg, het is het moment. Ik zeg, we gaan een keer proberen. Ik ga hier een boei leggen, alsof ik aan het vissen ben, enzovoort. En ik ga kijken. Ik stond achter een struik, pollenbril op en zo. En ik kon goed zien wat er gebeurde. Achter een struik, dus het was eigenlijk... Allee, ik zat hoger dan de vis. Ja? Ja. Maar als ik zeg waar ik precies zat, dan gaat iedereen weten voor welk water het gaat. Dat ga ik niet doen. En ik zie dus echt waar. Toen ik een half uur in lag, zie ik een vis passeren net voorbij mijn naas. En nog één erachteraan. Net voorbij waar ik lag. En ik denk, 2 minuten later nog niet eens, komt er een vis weer. En die zwemt aan redelijk hoge snelheid met zijn bek tegen de bodem gedrukt. Biecht de waarheid. Wat ik nu vertel, echt waar, mensen. Ik zie dus een vis gewoon en die vis die pakt mijn lijn mee. Toen heb ik even 2 dagen redelijk in mijn haar zitten krabben. Dat wil dus zeggen dat die vissen, ze zien aansliggen, ze passeren, ze zien aansliggen. Ze komen bewust op zoek naar een lijn. Ligt er een lijn of ligt er geen lijn? Ik heb dat echt waar. Dan daarna, toen ik dat gezien had, had ik zoiets van, maar dit kan niet. Luc, dit kan niet, je bent aan het fantaseren. Maar ik had gezien wat ik gezien had. En die vis, dat is nog het ergste van allemaal, die vis is dan nog een keer teruggekomen. Of een andere vis, heb ik niet echt op gefocust. Uit de andere richting, en alweer. En toen kreeg ik weer 2 piepen. Tuut. Dus, een betere bevestiging kun je niet krijgen. Ja. Van, er gebeurt hier iets. Wat je niet voor mogelijk acht. En toen ben ik dus weer in die kant gaan vissen, zo, s'nachts. En dat was... Ik kreeg 1 run tegen 7 of 8 keer dat je wat toeters kreeg. En dat er verder in die... Er gebeurde ook niks meer dan, hè, verder in. En een keer dat het geïdentificeerd was, gebeurde er ook niks meer daarna. Mm-hmm. Meestal. Dit jaar heb ik het opnieuw geprobeerd. Een strook met heel veel struiken. Ik wist dat er vis lag. En tussen die struiken heb je zo kleine haatjes. 2 hengels in die kant gelegd. Zeer goed opletten. De boilies die ik voerde erover. En daarnaast, maar dan 3 meter naast waar mijn lijn liep. Een bal of 3, 4. En een bal of 3, 4 erover. Dus geen boilies in de buurt van mijn lijn. Nee, niets. Hè. Dus ik heb zoiets van... Ja, dit is zoals ik altijd vis. Ik ga kijken of het weer van dat is. Want het was... Vorig jaar heb ik daar niet gevist. Ik heb niet gevist vorig jaar.
Het jaar voordien had ik in de kant niet gevist. Ik wou het gewoon weten. Kijk mensen, luister goed. Ik heb op mijn ene hengel 4 keer een inzwemmer gehad die nacht. En mijn andere hengel 2 keer. Ik heb niets gevangen en tegen 's morgens was al de vis weg. Zo simpel is het. Dat is dus, en ik heb dat nooit meegemaakt op dat water, wanneer ik in het midden viste of verder uit de kant of zo. Nee. Blijkbaar is dat, ik weet dat daar in het verleden redelijk veel gevist is, pal in het kantje. Mm-hmm. Het eerste trapken is daar een begrip. Of van stropers, lijn misschien van stropers. Ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Maar in ieder geval, als je in de kant vist, heb je een groot deel, pas op, ik heb er ook gevangen, hè, mm-hmm. in de kant. Maar een groot deel van de vissen, of toch een deel van de vissen, als je in de kant vist, gaan ze, is er iets wat hen triggert om op zoek te gaan naar lijnen. Ja. En er gaan er nu veel zijn die gaan zeggen, de baas is echt aan het doorslaan nu, dit kan niet. Mensen, sorry, ik heb dat herhaaldelijk, keer na keer na keer, heb ik dat meegemaakt. Ja. Ik bedoel, wat valt er dan nog te vertellen over dressuur? Niet veel meer zeker? Weet je, het is niet zo extreem, maar ik heb gelijkaardige dingen gezien. Ja? En hoe vang ik daar mijn vis? Is met de pen. Met de pen, ja, oké. Okay. Ja, omdat echt gewoon direct recht naar boven. Je moet gewoon 20 keer passeren. Maar ik zou dat wel... Ja, maar ik heb ook het gevoel, pas op, ik heb ook al veel schrikreacties gehad van vis die in de lijn zwemmen als ik met de pen vis. Hmm. Op maagdelijk water oké hoor, maar op het moment dat er een beetje druk op zit, man. Van het moment dat ze die lijn toucheert met een vin of zo, is het ook bolten en weg hoor. Denk gewoon bij dergelijke vorm van associaties die ze maken, kun je heel veel factoren gaan variëren. Want iedereen varieert uiteindelijk op identiek dezelfde zaken. Geuren, smaken, rigs. Ja, er zijn zoveel zaken. Hoe meer factoren dat je kunt veranderen, hoe verder af die associatie met de schrik ligt. Ja. En dat is eigenlijk hoe dat iedereen blijft er gewoon standaard, keihard, 20 jaar aan een stuk dezelfde visserij doortrekken. Niemand vist er met de pen. Dat is waar, maar verdorie, man, dat zijn wateren waar je niet echt om de 3 of 4 uur een beet gaat krijgen met je pen, hoor. Dan moet je soms 2 dagen vissen en een nacht om een beet te krijgen. Ik moet zeggen, tegen dan is mijn concentratie al een klein beetje verslapt. Ik zou wel even een kleine anekdote tussensteken, want ik viste in de Schorre, dus past wel vandaag is Tomorrowland. Vanop dus die brug die de Tomorrowland brengt, en dat is kraantjeswater, dus ik had dat zeer goed doorkijken. En er waren allerlei roofblijen en 1 karper. En ik laat dus mijn dobber zakken met aan de haak van die wasmotten, larven van de grote. Mm-hmm. Dus voor zijn neus, die karper zwemt er naartoe, had neffens die naak gehangen met zijn oog op 3 centimeter van die naak, kikt en is weg. Nou, die was naar de oogarts achter een bril, die was onder een bril. Nee, die zag die naak, effectief. Maar ja, goed, er zijn ook beelden nu. Die staan op YouTube, denk ik, van dus een dode voren die gevist wordt, denk ik, ongeveer 1 meter onder een dobber. En je ziet een snoek afkomen, heel traag, tergend traag. Komt die naar die, totdat die een paar centimeter van die vis is, dan komt die nog een beetje dichter. Hij pakt die vis in zijn bek, de snoek. Hij verzwemt heel traag, zachtjes, en hij laat hem meteen los. Hij voelde al dat het niet normaal was. Dus dat staat op YouTube ergens, dat is gefilmd. Dus een snoek, je zou denken, die vliegen erop, die rammen dan naar binnen. Oeh, lala. Nee, zeer traag, zeer subtiel. Eventjes met de lippen tasten, voelen dat het niet normaal is, dat er een beetje weerstand is van die dobber of wat dan ook. Loslaten en weg. Op dode gemak weg, vol zelfvertrouwen. Ja. Dat is fantastisch, dat instinct, dat ontwikkeld is. Mm-hmm. In mijn tuin zitten er nu jonge merels, dat beest, maar een slecht instinct dan die. En die vallen uit hun nest, die zitten er nog 2 weken op de grond, die hond loopt er rond, dat zwembad staat. Allee, dat is echt vergeleken bij een karper, dat is niets. Mm-hmm. Ja. Denk je dat en er zijn nog dingen, er zijn nog zoveel dingen. Ik kan nog iets vertellen over... Kom terug. Kom je terug? Ja. Oké, okay, we zal even... Wat wou je zeggen? Nee, maar ik zie zelfs als nieuwe karpers geïntroduceerd worden in het water, dat die heel snel het gedrag overnemen van de rest. Ja, natuurlijk. Er is echt een fundamenteel verschil voor mij aan het ontstaan tussen
De hengeldruk die we vroeger hadden, toen ik met 3 of 4 op een water bezig was. En de hengeldruk die er nu is. Hey, want nu zijn we met 20 bezig op een water. Een beetje luider, denk ik. Ja, dan ben je nu met 20 op het water bezig. Ja, natuurlijk is er nu dan veel meer hengeldruk. Dus allee, ik begin echt te merken dat die vis toch nog veel dieper, nog veel harder gedresseerd is dan vroeger. Ja. Ik ervaar dat. Ik zeg het net, ik vang misschien nog, als ik de uren omreken naar karpers, 20 of 30% van wat ik vroeger ving. En het heeft gewoon te maken met... Weet je wat je ook hebt, hè? Alleen, je vangt 1 vis, hè? En heel de buurt is verstoord. Ja. Vroeger vingen wij series. Nu kun je er 1 of 2 vangen. Ja. En het is game over. Het is afgelopen. Want en je moet niet terugkeren de dag nadien. Ze zijn weg. En een grote kunst tegenwoordig is dat je lang genoeg moet vissen op een water om het redelijk goed te kennen. Ik ga je zeggen waarom. Weer heb ik het over die kanalen. Want ik vis veel op kanalen. Waarom? Op een kanaal heb je altijd plaats. Op openbare wateren die plassen zijn en zo, de beste stekken zijn bevist of zijn bezet of zijn plat gevist of wat dan ook. Maar op kanaal heb je altijd plaats. Op een kanaal heb je ook het voordeel, op een plas zien de mensen, weten de meeste mensen wel, ja, de vissen zitten daar op het moment, want ze tonen zich veel meer. Op een kanaal tonen ze zich doorgaans een heel stuk minder, zeker als de dressuur op zit. Dus op een kanaal, als je wat tijd steekt in het zoeken van de vis, en je kent het water wat, als ze hier en hier en hier niet zitten, zullen ze waarschijnlijk wel daar zitten. Dat is onder andere een manier om daarmee om te gaan. Dus op een kanaal heb je altijd wel ruimte. Maar ik leer dingen op die kanalen. Allee, je ziet heel veel mensen die toekomen en die zetten zich ergens. En die gaan ervan uit van, de vis kan altijd passeren. Ik zal eens een keer iets vertellen over die passerende vis. Die passeren op een kanaal dat 4 meter diep is. Meestal 3 meter boven je rug passeren ze. Want ik doe iets wat ik heel weinig mensen zie doen. Ik ga op bruggen staan en kijken. En ik ga op bruggen staan. Nu verklap ik veel hoor. Maar er zijn er nog weinig die het gaan doen. Maar bij het eerste licht in de schemering op een brug gaan staan. Ja, je ziet vis op een kanaal. Als je er lang genoeg staat, zie je vis. En op een kanaal een vis zien. Ik heb altijd het gevoel, als je er een ziet, zit hij zelden of nooit alleen. Zeker als hij zich toont. Snap je wat ik bedoel? Een vis die zich toont, is bijna nooit een vis die alleen is. Dat is een heel belangrijke tip. En als ik op die bruggen sta, zie ik de karpers ook passeren. Niet 's morgens vroeg of 's avonds laat. Het kan, maar dan moeten de lichtomstandigheden al goed zijn. Want als ik vis wil vinden, is het 's morgens of 's avonds meestal dat ik dan eens een keer weer brug sta. En dan luister ik naar een podcast. Dat is de beste moment, mensen, om naar een podcast te luisteren. Je staat door het water te staren. Je hebt niks beters te doen. Dus dan ga je een beetje reclame maken voor jullie podcast, man. Fantastisch. Ja. Dus ik herinner mij nog de laatste podcast die ik beluisterd heb, die van Giovanni. Die heb ik integraal beluisterd tijdens het zoeken naar vis. Heb ik op 3, 4 plekken staan staren over het water en heb ik de volledige podcast beluisterd. Ja, het nuttige aan het aangename paar. Dus wat ik ook zie op die bruggen, mensen gaan zitten en zeggen ze zullen wel passeren. Wel, de vissen die ik zie passeren, die trekken, die ik zie passeren onder die bruggen, 's morgens of 's middags of om het even wanneer, die zwemmen altijd op een meter diepte. Dus ga maar lekker zitten, verwachten dat die vis nou passeert. Ze passeren hoor, en ze zwaaien zo een keer naar beneden. Zo. Ja, er liggen daar ook balkjes. Ja. Dus, weet je, vissen die trekken, dat is ook iets waar ik steeds meer van overtuigd raak. Vissen die trekken op half water. En je zit voor Piet Snot en Jan Lul als je denkt dat je dan ze gaat onderscheppen. Vissen, en die vissen die tonen zich ook niet, die verzwemmen gewoon. En die vissen tonen zich maar als ze ergens blijven, van plan zijn om te blijven, of er al een poosje zitten. Dan, meestal tonen ze zich als ze vertrekken ergens op een plaats, of ze toekomen ergens op een plaats waar ze willen zijn. Dan ga je vissen zien. Ja? Maar gewoon zo, we gaan eens een rondje zwemmen, we gaan hier een beetje buitelingen maken. Vergeet het. Want dat vissen doen zelden iets wat niet functioneel is. Een dier verspeelt zelden energie aan iets wat niet functioneel is. En als je 1 vis ziet, dan zitten er meestal meerdere. Ja. En dan is het meestal ook van... Of, dat staat al in de lijn. Ze gaan vertrekken of ze zijn toegekomen. Als ze rollen. Ja.
Maar op een trektocht, je hebt het op die plassen heb je dat. Dat je vissen ziet springen of rollen wanneer ze aan het trekken zijn. En dan is het volgens mij ook op half water of niet te diep onder de oppervlakte. Ja. Dat ze. Want waarom zouden ze van de bodem omhoog komen om te springen als ze aan het trekken zijn? Ze zitten op de bodem niet. Ze, begrijp je? Als je dan vissen ziet die zich tonen, ziet één of twee vissen. Maar meestal is één vis genoeg op die kanaal. Dan weet je van, er zit vis. Dus ja, dat zit te wachten van, ja, ze gaan wel een keer passeren. Ja, inderdaad, ze passeren. Maar je hebt het nooit geweten. Ik zeg niet dat het altijd zo is. Ja, ja. Maar ik heb het gevoel dat het zeer vaak zo gebeurt. En dat zijn al de dingen die je niet gaat leren uit filmpjes. Ja. En is dan een oplossing van te voeren? Het is een oplossing van te voeren. Ik bedoel, voeren werkt altijd het beste. Dat is al tientallen jaren bewezen. Als je voert op een plek waar dat de vis zit. Dat heeft ook geen zin. Dat heeft geen zin. Pas op. Allee, je mag dat niet veralgemenen. Dat alle vissen zouden op half water, er zijn ook wel vissen die zich verplaatsen, die op zoek zijn naar voedsel en die op de bodem rondschalderen. En als ze ergens in een buurt zitten en daar ligt voer, ze gaan het wel vinden. Hoor. Maar het echte trekken, het zich verplaatsen van de ene plaats naar de andere, naar mijn gevoel gebeurt dat heel vaak op half water. Heel dikwijls. Ik denk dat ook. Ja. Maar bluffen. Het gedrag... Dan nog, denk ik, dat nog dieper verandert. Want ik ken ook zo'n kanaal en ik heb 20 jaar aan een stuk de vissen zich zien opdelen in twee grote groepen. Hè, om dan terug samen te komen op eigenlijk altijd in dezelfde week van het jaar. En je kon gewoon meeschuiven met de vis. Ze zijn dan gestopt. Hè, en het is niet omdat er een nieuwe populatie zit. Er zijn wel nieuwe vissen bij. Er zit nog een groot stuk van de oude populatie. En toch zie ik dat die vissen plots andere routes beginnen te kiezen. He, dus zelfs hun eigen structureel gedrag, denk ik, Luc, ik weet niet of je dat ook merkt, het structurele gedrag begint te veranderen. Ik bedoel, een karper die aan een grote snelheid met zijn bek over de bodem raast, dat is vergaand. Dat is heel vergaand. Dat veronderstelt een vorm van redenering. Ik ga controleren of hier iets ligt of niet. En als er iets ligt, dan is stront aan de knikker. Ja, pas op, hè. Ik heb veel tijd verloren door te blijven proberen in die kant vissen. En je vangt wel een keer een vis, maar elke keer weer opnieuw word ik daarmee geconfronteerd. En elke keer, het is nooit een inzwemmer van tuut, tuut, tuut. Dat krijg je ook wel een keer. Nee, het is altijd een inzwemmer van prrrt, elke keer, opnieuw. Nooit een trage, altijd een snelle. Ja. Dus ik ga ervan uit, ik heb het maar één keer met mijn eigen ogen gezien, maar ik ga ervan uit dat nog altijd dat is wat ik gezien heb, wat die vis niet. Ja, maar dat gaat wel kloppen. Nee? Dat zal ook wel kloppen, ja. En dan voeren, het belang van voeren. De ene vis trekt de andere op het aasje. Dat is een, ja. Ik heb ook wel het gevoel steeds meer dat je de idioten vangt op voer. Mm-hmm. Gewoon de idioten. Want de idioten vroeger, die idioten trokken die andere vissen op het aas. Maar nu weten al die vissen, die andere vissen, dat het een idioot is. Ja. Dus dat laat het maar lekker. Ja? Maar je moet eens kijken, hè, die serieuze voerders en zo. Ik ga nu geen namen noemen, maar er zijn mensen die bekend zijn omdat ze grote vissen vangen. Hè? Dat zijn altijd dezelfde vissen die ze opnieuw vangen. Hè? Mm-hmm. Moet er een keer op letten, hè. Ja. Als zij bijvoorbeeld dan naar het verbindingskanaal gaan voeren of zo, dat is weer de mokka en de din en de deze die eruit komt, die nauwelijks nog lippen aan de hoog, hè. Dus ja. En de tijd dat de pilootvissen de anderen op het aas trokken, dat fenomeen is ook al veel minder dan het vroeger was, hoor. Veel minder. Ja, maar voor mij was het... Want dit. Dat water waar ik zeg, waar ik al mijn testen doe en zo. Hè. Hier gebeuren dingen. Hè. Dat is een putje van 3 hectare. Maar hier zit een schub op van 1,17 kilo. Is er maar 1 keer uitgekomen ooit. Hè. 1 keer. Hè. En vorig jaar, in het najaar, gebeurt er iets heel raars.
Ik zit thuis met mijn schouder en ik krijg bericht van iemand hier dat hij dus een meterscup gevangen heeft. En ik had zoiets van, dit kan niet. Onmogelijk. Ik krijg die foto's door. Meterscup. Schitterende vis, geen krasje aan. Niets, niet mijn dallen. Nooit of te never. We hebben alles omgekeerd. We hebben alle foto's doorzocht, alles. Nooit is die vis gevangen geweest. Nooit. Maar nu komt het. Ik kom de eerste keer vissen in oktober vorig jaar, na een jaar zonder vissen, door mijn schouders, zoals gezegd. Mijn eerste beta krijg is die schub. 6 weken nadat die andere man hem gevangen had. Is er sindsdien niet meer uitgekomen ook weer, hoor. Dus die vissen, dat gebeurt ook vaak. Vissen worden jaren niet gevangen en dan opeens twee, drie keer naar elkaar en je ziet ze opnieuw niet meer. Ja. Dat gebeurt vaak. Dat gebeurt vaak. Wat is de reden daarvoor? Niemand die het weet. Zeker ik niet. Er is zo'n vis in Raceberry die ik gevangen was geweest door Chris Ball op een floater in de oude stelletjes. En daarna is hij nooit meer gevangen geweest. En ene keer had hij een Dave Lane die dat mij beschrijft had in de boek, Flick of a Tail. Bent hij je taksje en hij gebruikt dat om floater te vesten, met een broodkorst eronder stel ik. En dus die vis, hij wil diezelfde vis vangen terug op een floater, zoveel jaren nadat hij al een keer gevangen geweest is. En dus die vis, die gaat naar dat taksje, die zwemt dat tegen, dat gaat omhoog met die draad en al, en hij spurt er vandoor. Dus al die jaren heeft hij dat onthouden, dat hij op die manier kan gevangen worden. Associaties, en zeker met sterke instinctieve reacties, kunnen onuitwisbaar zijn. Hè? Ja, ik denk dat wij ook vaak vergeten wat voor een verschrikkelijk trauma het moet zijn voor een vis om gevangen te worden. Ja. Maar hier op dat putje, op die 3 hectare, ik zie als het zonnig is vissen die ik nog nooit gevangen heb. Ja. Er zitten er ook genoeg op die ik 7 of 10 keer gevangen heb. Nog iets. Ik heb hier eens een keer met een gast gevist. Je mag weten wie dat is. Chris de Klerk. En die is dan met drijvend aas gaan vissen. En de helft van de vissen die je ving, dat waren van die kleinere vissen. Schupjes, spiegeltjes, oude visjes. Dat ik gewoon nooit van. Gewoon nooit van. Ja, en... Ah, nog iets. Hier zitten 3 koois op. Ja. Not waar. Ja, dat is, ja, daar kun je dus niet naast kijken. 2 ervan zijn, bij mij weten, nooit gevangen. Nooit. En die ene is 3 keer gevangen in hetzelfde jaar. Niet meer, nooit ervoor, nooit meer daarna. Verstaat het maar. En ja, probeer dat maar eens te begrijpen. En dat valt op omdat dat koois zijn. Je ziet ze altijd overal zwemmen. 2 van de 3 zijn niet gevangen. Er zit een witte, er zit een geel en er zit een oranje. Die oranje wordt 3 keer gevangen in 1 jaar. Ja, je ziet ze, mensen, je ziet ze bij het paaien, je kunt er niet naast kijken hè, als die bezig zijn. Hè. Dus 2 van die 3 vissen worden niet gevangen. Ja. Hoeveel andere vissen worden dan niet gevangen? Die niet opvallen. Ik denk dat op elk water dat, maar dat 20% niet gevangen wordt. Maar 20%, ik denk dat je een heel brave jong bent, 20%. Ik zou zeggen dat 20-30% van de populatie regelmatig gevangen wordt. Dat je dan nog een 20-30% hebt die er af en toe uitkomt. En dan houden zeker 40% over dat er niet uitkomt. Of zo 1 of 2 keer in hun leven. Zo. En het zijn niet de kleinste vissen. Hè, want ik bedoel, alleen die meterschub. Het zijn 2 schubs. Die van een kilo 16, 17 die ik 1 keer gevangen heb. Nooit ervoor, nooit erna. En dan die meterschub. Het is niet dat kleine visjes zijn, die moeten niet eten. Hè. Die eten, maar ze worden niet gevangen. Ik heb iets dergelijks meegemaakt hé, op het water. En we zitten met een stuk of 2 te babbelen, terwijl ik aan het vissen ben. Hé, te praten over een vis waarvan dat ze denken dat hij al 10 jaar dood is. En dat was toch zo'n machtig, mooie schub. Ja. Ik krijg een beet, ik vang hem. Mm. Dat heb je ook in vissen. Echt, hij zegt van, het is niet mogelijk. Maar goed, ja. Zeg. Hij verstaat Nederlands. Ja. Luc, zijn er dingen waarvan je op voorhand dacht van, dat moet ik zeker een keer verteld hebben? Dingen waarvan je dacht van, dat mogen ze niet missen? Ik moet zeggen dat ik vandaag een aantal dingen verteld heb waarvan ik eigenlijk altijd gedacht heb dat ik ze niet ging vertellen. Okay. Het is te zeggen, die tactiek van dat
bijvoorbeeld dat wat ik meegemaakt heb met die vissen die bewust naar die lijn zoeken. Ik steek nu wel heel erg mijn nek uit, want er zijn veel mensen die gaan mij compleet knetterhek verklaren, maar zoiets kan niet. Maar ik heb wel het gevoel dat dat, vis, dat, dat gedrag is dat de vissen van elkaar kopiëren. Dus als een karper dat ziet, dan een andere karper in de kant. Als er een paar boilies liggen of wat dan ook, dan een andere karper daar heel snel gaat doorzwemmen met zijn bek tegen de bodem. Ik denk dat ze dat gedrag van elkaar overnemen, zoals ze zoveel soorten gedrag van elkaar overnemen. Want wat is het nut van voorvoeren? Dat is dat de ene vis de andere op het aanstrekt. Hé. Meer moet je daar niet achter zoeken. Hé. Ja. Ja, want wat voor ander nut zou voorvoeren anders hebben? Moet er een keer bij stilstaan? Niemand staat daarbij stil. Ze weten als ze voeren dat ze meestal, soms, vroeger was het meestal, nu is het soms, hun kansen verhogen. Maar niemand staat erbij stil. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Dat is omdat je die dommerik, die je anders altijd meteen vangt, nu de tijd heeft om andere vissen op dat aanstrek. Want hij eet ervan en er gebeurt niets. En dan een tweede domste van de bende, ik stel het nu simplistisch voor, ja, begint ook te eten. En zo trekken ze elkaar. Dan ontstaat er voedsel niet. Ik krijg de kettingreactie. Het signaal van het is rond. Spelen. We waren niet al 3 dagen hier. Ja, natuurlijk. Maar die eerste vis heb je nodig om die tweede vis primaire, te eten. Enzovoort enzoverder. En dat weet je natuurlijk ook. Dat is de logica zelf. Ik hoef dat niet uit te leggen. Hoe langer je voert, hoe meer je die vissen gaat bereiken die zelden gevangen worden. Ja. Ik ga nog één ding zeggen. Allee, daarover. Zonder... Allee, wij hebben met een goede vriend van mij, ik zal hem niet noemen, want allee, pas op, maar het is een hele, hele goede visser. Ik heb 2 goede vrienden en het zijn allebei echt goede vissers. Chris de Klerk en, ik ga hem noemen, Davy Klaus. Ja, dat is echt een ferme visser, geloof me maar. En, verdorie, wat ging ik niet zeggen? Ah ja, er werd altijd beweerd dat er op een bepaald water, een bepaalde plas... 46ers zaten. Zaten 46ers, punt. En iedereen wist dat. Sinds jaar en dag, 46ers. Wij hebben er wel 12 verschillende gevangen, Davy en ik samen. Ja. Meer ga ik niet zeggen. Ja, tracht. Tactiek. Puur tactiek. Doe nog een paar vragen met de dobbelstenen om af te ronden. Thomas. Ja, maar zo beter mee kap mee, want als je mij niet stillegt, dan blijft het komen. Hè. Voor mij hoeft dat ook niet meer. Maar ja, het mag, het is leuk, het is iets anders. Het is een keer iets anders. Ja. Het is een keer iets verrassender voor mij. Misschien kunnen we een keer vastzetten met iets. Oké. Oeh. Dat is mijn dobbelsteen. Dat is de challenge. Ja. Ik heb nog een joker, hè. Ja, ik kreeg een joker. Ik moet zeggen, mensen, ik vond het zelf wel tof van een keer te kunnen zo dingen delen, te keer gaan. Ik ben heel mijn leven leraar geweest, dus ik heb mijn geld verdiend met mensen dingen wijsmaken. Ja. Dus, hè. Ja. En je krijgt daar nooit de kans toe, om dat zo een keer goed net. Dat zijn dingen die mijn vrienden allemaal wel weten. Tot in de treuren heb ik daarover verteld. Maar, Ik vind dat boek qua interessantheid... Dat is een nieuw Nederlands woord, interessantheid. Ja, dat is een leerkracht. Ik had dat natuurlijk niet tegen. Maar toch wel, jongens, te deze doen. Nee, qua... Weet je wat? We zullen het lutsen stuk in het dialect doen. Maar qua interessantheid... Ja. Dus, je wilt er allemaal voor inwendigen en onthouden. Dat is puur goud. Ik had eens moeten lezen, maar ik weet belangen niet meer wat erin staat. De laatste keer dat ik het gelezen heb, is toen ik het herwerkt heb voor de 2e editie. En dat was in 2008, denk ik. Ja, 2007. Ik ben op zoek naar mijn vragen. Ik heb dat boek ooit... Ik kreeg een mailtje. Het boek was op een bepaald moment nog heel moeilijk of niet meer te krijgen. En ik kreeg het einde van de eerste editie, ja. Ik kreeg een mailtje. De dunne lijn. Ik kreeg een mailtje dat was, van een scholier uit het Brusselse. Die zei van, ik wil dat boek absoluut lezen. En ik ben naar daar gereden met dat boek. Of zei, hier, alstublieft. Dat is nog altijd een goede maat van mij. Ik heb dat boek gelezen en we zijn dan gaan vissen in een watertje bij hem in de buurt. En we zijn er
ik denk tot 's morgens 6 uur over bezig geweest. Over dat boek? Ja, en echt zo met mijn pilampje zo aan het vechten tegen de slaap. Ja, maar ik was ook nog maar een stuk allee, vroeg in de 20 zo. En dat was zo, wacht, op bladzijde zoveel staat dat, ja, maar kan je lezen dat? Ja. Ik had nooit kunnen vermoeden dat dat boek zoveel ging losmaken bij de mensen. Dat is, allee, ja. Dus, terwijl dat het eigenlijk, maar dit ga ik nu niet zeggen. Ik ging een soort biecht doen, maar ik ga ze niet doen. Ik ga het niet doen. Ik ga niets kapot maken. Oké. Het is gewoon, ja... Technisch is de standaard. Je voelt jezelf een betere vester als je dat boek gelezen hebt. Maar kom, ja, en ik heb dat geschreven vijf jaar nadat ik gestopt was met Karpenwissen. Ja, heb ik dat geschreven. Ja. En dat is een groot voordeel geweest, want dan krijg je afstand. En afstand schept perspectief. En perspectief is het belangrijkste wat er is. Wat is relevant, wat is niet relevant. Ja. En dan heb je ook alles de tijd gegeven om in zijn plooien te vallen. En dan krijg je een soort structuur in de dingen. Had ik dan meteen moeten schrijven, nou, het ging zeker zo goed niet geweest zijn. Ja, oké. Okay. We gaan beginnen aan de vraagjes. Hier gewoon een keer swipen over dat scherm. En dan zeggen hoeveel dat je hebt. Dat is vijf. Vraag 5. Dat wou ik voor jou gemakkelijk zien. Hoeveel kilo is 40 pond? Nou, Nederlandse ponden of Engelse ponden? Engelse ponden. 18 kilo en een klein beetje. Ik kan het eens opgeschreven, maar ik kan het niet fijn denken. Ja, maakt niet uit. Maar het is wel een pond is 453,4 gram. Dus, juist. En weet je wel, ja. Weet je ik dat heb dat Engels komt? Gegeven, man. Kom aan. Ja. Die vraag heb ik dikwijls gehoord. Zeg, voor jou is het gemakkelijk. Ja, ja. Weet je dat dat komt? Dat zo 4,5359237 is een pond. En dat komt omdat dat het gewicht is eigenlijk van een potje jam, Engelse confituur. En daar is dat op gebaseerd. Maar die man moet nog een beetje stress gehad hebben bij het uitwegen van die confituur. Er vindt tot 5 cijfers na de komma, moest dat juist zijn. Man, hey. Kijk, zeg het je maar. En de kilo, dus 40 pond is 18,144. 18 kilo 144 gram. Ja, inderdaad. Dat wouden we per se weten. Hier, man, nog een vraag draaien. Is 22. Ik krijg er stress van. Maar allee, jong, kom aan. Doe het maar een aantal. Ik vind dat tof, het onverwachte. Oei, dat ga je niet wel. Maar ik hoop dat ze een beetje, interessanter zijn dan die pom. Ja, dat is interessant, maar je hebt niet wel een antwoord. Heb je een edge? En zo ja, wat? Een edge? Ja. Mijn hoofd, jongen. Mijn hoofd is mijn edge. Heel mijn visserij speelt zich in mijn hoofd af. Daar wordt alles samengebracht en beredeneerd. En ja, niet bang zijn om dingen te testen. De hele tijd. Dit, ik heb hier al 10 jaar een vergunning. Mijn testwater. Ik bedoel, er zit veel vis op. Ik weet precies wat ik kan verwachten. Ik vis altijd 1-1. Altijd. En op 3 sessies weet ik hoe laat het is. Ja. Is het goed of is het niet goed? Hetzelfde met een aas. Ik kom 2 keer, 1,5 kilootje. Hè? Gewoon een beetje openstrooien. Een beetje hier, een beetje daar. Hè? Ik ga daarop vissen. En ik heb een referentieaas. Waarvan ik weet dat het het beste is wat ik hier heb. Ik heb er nooit echt mee gevoerd, maar... En dan weeg ik dat af tegen dat. Voilà. Dus wat is mijn wapen? Mijn hoofd. Ja. Mijn hoofd. Okay. Nog eentje. De laatste. Wow. Ik vind dat het tofste deel van de podcast. De voorlaatste dan. Wat is je mooiste herinnering? Moet het met de vissen te maken hebben. Nee. Ik denk de meest... Wat ik mij altijd zal blijven herinneren, dat is... De vangst van Rambo op het campies. Er zijn veel herinneringen. Ik heb er wel 100 die heel speciaal zijn. Maar het gevoel dat ik had... Dus ik heb dat kunnen lezen in het boek. Ik dacht dat chef van den Oven erin had, maar het was mijn optonic en het was mijn centrale die niet ging. Dus ik was de boel al voorbij, stok al voorbij gelopen, maar dan moet ik terugkeren en zo. Maar die vis zat in mij ondertussen zo ver, dat ik die echt met het schep dat over mijn kop en de koord onder mijn kin, zo gezegd. Ik had met 2 handen nodig om die vis onder controle te krijgen met die stok. En toen ik dus die vis schepte op, ik denk, ik ga niet overdrijven. 80 meter, misschien wel 100 meter van waar ik zat. En dat ik dus met die vis omgekeerd, dus met zijn rug naar beneden, tussen mijn 2 armen geklemd. Dus ik had de steel uit de schep net gehaald. Ik had de lijn doorgebeten.
En dat ik dus in het holst, om 11:30 s'nachts in februari, met die zware vis in mijn armen geklemd, terugloop naar mijn plek. Wetende van, yes, dit is de grootste die ik ooit heb gehad en die zal door het Benelux-record gaan. En gewoon het alleen zijn op dat moment, in de pikkendonker, met die vis in je armen geklemd zo, terugstrompelen naar je plek zo. Dat herinner ik mij nog zo, alsof het gisteren was. Zo'n sterke herinnering. En dan ook naar zo'n beestige drill, jong. Want dat was, man, dat die vis vocht die wind. En dan had hij al, ja, weet ik veel, 60 meter lijn genomen of zo voor ik die hengel oppakte. Omdat ik dacht dat de chef was die er een had in plaats. Omdat die gewoon een centrale die niet gaat, maakt dat een dramatische. Dat is de sterkste herinnering die ik. En een tweede, een die er kan mee wedijveren, is dat ik dus in die storm op Forêt d'Orient, in die grote boot van Jeff van den Hoven, achter die vis ga. En die vis maar niet geschept krijg, omdat de wind zodanig hard blaast en die boot zo groot is, dat ik maar niet bij die vis raak. Want elke keer als ik mijn net uitsteek, wordt die stok weer platgetrokken, omdat die wind op die boot wegduwt van die vis. Dat is ook een zeer sterke herinnering. Dat want dat heeft zo lang geduurd, totdat die vis zo danig uitgeput was. En ik ook dat er niks anders meer op zat. Maar we waren ook gestrand. Hè. We waren helemaal tot in de kant geblazen in het wier. En daar zijn we tot stilstand gekomen. Dat is ook machtige herinnering, hoor. Machtig, hoor. Formidabel. Van die momenten dat je het meest alleen op de wereld bent tijdens het vissen. Dat zijn de strafste herinneringen. Ja. Okay. En daar mogen we mee stoppen nu. Ik vind het een mooi einde. Bedankt. Ja, super bedankt. Dankjewel, gasten. Ik heb er zelf van genoten. Van eens goed gasten te kunnen geven en praten. Ja. Dank je wel. Zo'n bijna direct aan het tweede deel beginnen. Binnen een paar jaar. Het is dat. Ja, we gaan afsluiten. Ik ben blij dat je het krijgt.